Zal ik even testen of ze online naar mij horen? Kijk of voor jij. Voor jij mij. De zaal is stil. Ja, beste mensen. Welkom. Ik vraag jullie ook om even stil te zijn. Kunnen we online geluidscheck doen? Lia is even aan het checken of onze hybride vrienden online ons ook horen. En daarvoor moest ik even de aandacht hebben. Is zij online live, Lia? Wij horen jullie. We zijn live. We waren al live hier in de ruimte. En ruimte is ook meteen het thema vandaag. Welkom. Hier bij het PBL, ook namens de collega's van het TU Delft, want we hebben denk ik toch samen dit georganiseerd. Hè? We hadden volgens mij een kort gesprekje, ik kijk even naar Reinhard Rutte, en ik denk met Kerstin Nabileg van het PBL, Reinhard Rutte van het TU Delft, over we gaan iets doen rond kaarten. Dat is dit geworden, ik denk ergens begin van het jaar, of ergens in de lente. We gaan vandaag kijken naar de kracht van de kaart. Dat doen wij van 3 tot 5. Mijn naam is David Hamels. Ik mag vandaag jullie gastheer zijn en ik leid het gesprek. Ik ben plaatsvervangend hoofd van de ruimtelijke ordening, sector ruimtelijke ordening en leefomgevingskwaliteit bij het PBL. Veel met ruimte bezig, veel kaarten gemaakt ook, zullen we vandaag ook laten zien voor een deel. De directe aanleiding voor dit symposium, dit seminar, is de publicatie van de ruimtelijke verkenningen 2023 van het PBL en de historische atlas van Nederland. Van Reinhard Rutte, TU Delft, uitgeverij TOT. Maar de aanleiding is eigenlijk veel breder, zou ik zeggen. De kaart is, ik weet niet of hij ooit weg geweest is, maar hij is wel nadrukkelijk terug van weg geweest, als dat het geval is. Kaarten gaan rond, doen veel in het debat en daar willen we vandaag iets meer over te weten komen. Ik zal een mini-introductie geven van 2 minuten over het thema. En ik zal de sprekers later nog even kort introduceren, maar we hebben in ieder geval Reinhard Rutte, Kerstin Nabilek en Eline Wieringa als sprekers vanuit verschillende perspectieven op kaarten. En we hebben Nicky Brandt, Frik Schmid en Rienke Groot als referenten met een korte reflectie vanuit hun verschillende vakgebieden op de eerste sprekers. We gaan ook met jullie in gesprek. We hebben na elke inleiding, 3 inleidingen, zou ik zeggen, kort even 1-2 vragen. Aan het eind met de referenten ook samen, die ga ik naar voren vragen, kunnen we ook met de zaal in gesprek. En dan is het even technisch, ga ik misschien wat vragen herhalen, zodat hier voor de microfoon online alles ook te volgen is. De mensen online heet ik ook nadrukkelijk van harte welkom, maar zij kunnen alleen luisteren vandaag. Het is wat dat betreft voor hun niet interactief, voor jullie nadrukkelijk wel. Ja, ik moest van Lia nog melden. Ja. Vandaag wordt opgenomen. Oh, inderdaad. Het wordt opgenomen.
Alles wat ik nu gezegd heb, is al opgenomen. Dus moet je een vraag stellen. It better be good. Nee, hou het beknopt, zou ik zeggen. En opmerkingen, zodat we zoveel mogelijk interactie kunnen hebben. Rond 5 uur hebben we een borrel. En die is denk ik hierboven uit deze kuil omhoog, waar jullie net ook stonden, vermoed ik. Kijk even naar Kirsten, denk het wel, hè? Ja. Waarom doen we dit vandaag? We willen vandaag inzoomen op het maken van kaarten en het gebruiken van kaarten. Dat zijn twee verschillende dingen. Kaarten maken met al. Ja. Goed. Ja. Ja, zeker. Er zijn nog stoelen vrij voor mensen die meer willen horen. Dan zijn hier nog een paar stoelen vrij. En anders ruil eventueel. Vraag gewoon iemand om te ruilen. Ik heb de sprekers ook gevraagd om luid te spreken. Ik probeer het ook te doen. Maar dat is voor niet iedereen voldoende. Maar kom dan gewoon naar voren. Goed, goed dat u dat zegt. Ruimtelijke analyse, zeg maar. Het maken van kaarten. Ontzettend veel feiten, inzichten, soms ook wensen. Maar ook de communicatiekracht van kaarten. In het debat, of in discussies, dialogen, kunnen kaarten een belangrijke rol vervullen. Ook opnieuw niet alleen feiten of inzichten, maar ook wensen, belangen, posities. Kaarten hebben daar een belangrijke rol te vervullen naast het rekenen, het tekenen, het redeneren, et cetera. We hebben vandaag sprekers uit de hoek van het onderzoek, uit de hoek van het beleid. Die hebben denk ik al een andere kijk op de functie van kaarten. Dus ik hoop dat we daar ook meer over te weten komen. En we gaan nadrukkelijk terugkijken en vooruitkijken. Terugkijken 2000 jaar maar liefst met Reinhard Rutte. De wording van Nederland is mijn korte samenvatting. We kijken ook terug naar het recente verleden met Kirsten Abilek, die ook wat nota's van de laatste decennia de revue laat passeren, heel kort. En we kijken vooruit met de PBL-kaarten tot 2050, 2100 en ook met de kaarten van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Evelien Wieringa, in ieder geval ook naar 2100. Ik rond het even af, jullie kijken ook naar de lange termijn. En dat terugkijken en dat vooruitkijken doen we rond het scharnier van het heden. En dat is belangrijk omdat er op dit moment ontzettend veel aan de hand is in die ruimte. Veel ontwikkelingen, veel opgaven. Denk aan de transitieopgaven. Denk aan de grote aantallen woningen die moeten worden bijgebouwd. En dat allemaal tegelijkertijd vraagt schaarse ruimte. En naast die ontwikkelingen ook ruimtelijke ordening. Als een ordeningsinstituut, of een stelsel van ordeningsinstrumenten. Lokaal, regionaal, maar ook terug van weg geweest, durf ik wel te zeggen, op de nationale schaal. De nationale ruimtelijke ordening staat volop in de belangstelling. Nou, daar gaat Eileen jullie ook meer over vertellen. En dat doet ertoe, hè? Het Mooi Nederland, het programma, NOVEX, met de provinciale voorstellen die nu worden voorbereid. En de nota ruimte die is aangekondigd. Dus er is nogal wat aan de hand en dat is de context. En dan houd ik mijn mond, ga ik de spreker introduceren die het voor mij overneemt. Er is nogal wat aan de hand. Dat is de context waarin we vandaag spreken over de kaarten. Reinhard Rutte, eerste spreker, stads- en architectuurhistoricus bij de TU Delft. Jij hebt een historische atlas gemaakt van Nederland. Ik heb hem al helemaal gelezen. Van A tot Z. Echt een heel mooi ding. Jij gaat ons meenemen in een aantal kaartlagen waarin je voorbeelden geeft van de ontwikkeling van ons land. 2000 jaar, dat is niet mis. En dat in een compact. Toch in een compacte atlas. Reinhard, je hebt ongeveer 20 minuten, maximaal. Ja. En ik zou rond een kwartier kom ik dan bij je in de buurt staan. Dames en heren, Reinhard Rutte. Dus de techniek, dat is net zo op de faculteit bouwkunde waar ik werk. Het werkt nooit in één keer. Hè? Dan kan ik dit vast inleiden. Kijk, we hebben het vandaag over kaarten en niet over schermen en niet over computers. Nee, we hebben het hier over. Hè? Dit is de fietskaart. Hè? Dit is de fietskaart van Zuid-Holland uit 1993. Waar je wonder wel nog best goed op kunt fietsen. Er is natuurlijk heel veel bijgebouwd en er zijn wegen en autowegen bijgekomen en verbreed. Maar het gaat toch nog vrij goed. Dat
ter algemene inleiding om de techniek perikelen tijd te geven. Ik laat vast ook allebei de boeken even zien in papieren vorm. Hey, hier dus de ruimtelijke verkenning 2023 van het planbureau. En hier, niet zo dik, zoals al gezegd, de historische atlas van Nederland. Dat boek bestaat er ook in het Engels. Daarin heet het The Making of the Netherlands. Zelfde vormgeving. En de taal bewerkt ook voor de buitenlander die niet alle specifieke Nederlandse begrippen kent. Neem het woord plas, door mens gemaakt water. Nou, ik zou er geen Engels woord voor weten. Dus hij heeft de vertaalster, heb ik samen met de vertaalster veel aandacht aan besteed. Zie je iets anders dan op de scherm staat, hè? Ja. Ligt het aan. Mooi. Ja. Dat die kaart in 1993 met wat plakbandje nu niet in de steek zou laten. Nee. Ja. Ik heb die kaart altijd in mijn fietstas zitten. Je ziet het waarom, hè? Je ziet waarom. Dus dat is nog een, ja, extra mooi dat ik hem nu even mee heb genomen om hem te laten zien. Kijk, het heeft natuurlijk ook te maken met dingen als het koppelen van wat je hier op het schermpje ziet en dit scherm. Maar mijn ervaring is eigenlijk dat het nooit in één keer goed gaat, die techniek. Maar nu komen we al ietsje verder. Nu zien we de mensen thuis. Dat is ook gezellig een keer. Ja, goed. Kijk, en dit zijn wij hier. Ik denk dat het nu gaat lukken. Ja, denk ik ook. Ik denk dat het is. Yes. Net leek ja. Hier. Ja, het is gelukt. Gelukt. Goed, zoals David Hamers al zei, ik neem u mee aan de hand van het boek. En ik wil graag benadrukken, behalve dat er dus een Engelse versie van is, waarvan u hier de voorkant ziet, links. Dat de kaarten in het boek, de nieuw getekende kaarten moet ik zeggen, gemaakt zijn door Yvonne van Mil en Pieter van der Weelen. Zij zijn allebei afgestudeerd als architect op de faculteit bouwkunde in Delft. En hebben zich gespecialiseerd in het maken van kaarten, het tekenen van kaarten. En zijn ook onderzoeken. Maar ik wil dus heel erg benadrukken dat het cruciaal is dat die mensen die kaarten maken ook gevoel hebben voor hoe je een kaart bewerkt, hoe je de kleuren bepaalt en dat je dus in die kaarten heel veel materiaal, allerlei soorten bronnen bij elkaar kunt brengen en dat er bij ons op de faculteit nadrukkelijk ook een instrument is om onderzoek te doen. Goed, dat boek heeft 35 korte hoofdstukken, u ziet hier de inhoudsopgave, 35 hoofdstukken omdat dit boek is verschenen in een reeks van stedenatlassen en al die atlassen gaan over één stad en daar is altijd het stramien al sinds 2003. 35 korte hoofdstukken waarin de hele ontwikkeling van de stad tot het begin, vanaf het begin tot en met nu wordt behandeld. Dus dat is hier ook het stramien, maar dan ziet u nog iets in, als het mee zit, in rood en blauw. Het wordt afgewisseld door 5 bijdragen van mijn collega kunsthistoricus Evert Kortals-Alters, die ingaat op hoe landschap en stad zijn afgebeeld in de kunst. Het kunst doet zien, is het idee. Die 3 blauwe titels die u ziet, dat zijn 3 fietstochten. Dit boek is geschreven vanuit het perspectief van de fietsen, vanuit mijn perspectief. En ik probeer het landschap, de stad en de architectuur te lezen vanuit dat perspectief. In deze inhoudsopgave heb ik die rode en die blauwe bijdragen gebruikt om het verhaal te structureren. Grofweg is het chronologisch thematisch opgebouwd, vanaf de Romeinse tijd tot en met nu. Maar op bepaalde knikpunten in de tijd of in thematiek zit er dus een andere bijdrage tussen. Goed, ik heb er een aantal splash, dus dubbele pagina's uitgehaald. En aan de hand daarvan probeer ik dat thema van vandaag, kracht van de kaart, voor het voetlicht te brengen.
Sprekende kaarttaal, ik noemde het al even, is cruciaal. In hoofdstuk 1, dat over Nederland in het algemeen gaat, over hoog en laag, heb ik een kaart opgenomen uit de Bosatlas, uit de tijd dat ik opgroeide. Hiermee is mijn liefde voor landschap en infrastructuur en steden en dorpen ontstaan. Lagere, middelbare school. En als je die kaart bekijkt, dan zie je verschillende kleuren. Bijvoorbeeld in paars Nederland onder zeeniveau. En oplopend naar groen, naar rood, steeds hoger. Dus wat mij betreft is een hele sprekende kaart. Er is heel goed nagedacht over hoe je een hoogtekaart in dit geval, hoe je met kleuren de verschillende hoogtes laat zien. Dus is de kaart een communicatiemiddel. Heel veel kaarten hebben natuurlijk hele verschillende functies en hele verschillende doelen. En dit is een bosatlas, dit is een schoolatlas. Dus je probeert op een toegankelijke manier over te brengen waar het om gaat. Ik noemde ook al, in een kaart kun je heel veel verschillende bronnen verwerken, samenbrengen en vertalen tot een overtuigend kaartbeeld. Behalve getekende kaarten, die natuurlijk in dit boek staan, staan in dit boek ook heel veel historische kaarten. Hè? Dus kaarten vanaf ongeveer in Nederland de 16e eeuw. Goed, rode draad in dit boek, de Historische Atlas van Nederland, dat zijn deze 10 kleuren, deze kaart met 10 kleuren van wat de historische geografen noemen de Nederlandse cultuurlandschap. En je kunt onderscheiden als je kijkt naar de manier waarop de mens Nederland heeft ingericht. En dan kun je onderscheid maken tussen 10 verschillende landschappen, bijvoorbeeld kleinschalige zandontginningen in lichtgeel of het duinlandschap in felgeel, vele ontginningen, dus dat is de legenda daar linksboven. En op de rechterpagina ziet u topografische kaarten, een heel ander soort kaart dan deze nieuw getekende kaart, topografische kaarten van de situatie rond het begin van de 20e eeuw, dus dat zijn voorbeelden, representatieve voorbeelden van de ruimtelijke structuren en de nederzettingsstructuren in die 10 verschillende cultuurlandschappen en de huidige situatie. Daarmee wil ik aangeven dat er enorme verandering, enorme dynamiek zit in de vorm van dat landschap. Als het eenmaal is ingericht, is er een structuur die vaak heel duurzaam is, maar in de loop der eeuwen, variërend per landschap, zit daar verandering in. Maar hoofdstukken komen daar nog even terug zo meteen. Een voorbeeld van zo'n hoofdstuk over een cultuurlandschap, in dit geval de rivier Klee, lichtgroen. Links weer een nieuw getekende kaart waar dan meer details aan toegevoegd zijn voor dit hoofdstuk. En twee voorbeelden, de rechterpagina van kadastrale kaarten. Kadastrale minuutplans uit de eerste helft van de 19e eeuw. Heel cruciaal soort historische kaart. Heel belangrijke bron omdat Nederland toen voor het eerst helemaal opgemeten is en in kaart. Goed, een ander belangrijk aspect in dit boek is dat steeds de infrastructuur ook een heel belangrijke rol toebedeeld krijgt. In dit geval aan het eind van een reeks hoofdstukken over die cultuurlandschappen, die zo van de, vooral in het eerste millennium tot de 14e eeuw zijn ingericht, is dan dat bijvoorbeeld in de veenontginningen er een enorm watersysteem is aangelegd. Enerzijds natuurlijke wateren van de rivieren die doorgegraven zijn voor de afwatering. Velen kunnen alleen gebruiken na afwatering. En die waterwegen kun je gebruiken voor de handel. En er is natuurlijk een internationale context. Dat ziet u op de linkerkaart, waarin je die ontwikkeling in Nederland moet plaatsen. En je ziet hier meteen het voorbeeld van een gelaagde nieuwe kaart. Daar bedoel ik mee. Enerzijds zie je hier verschillende kleuren die de grondsoorten weergeven. Anderzijds zie je daar paarse bolletjes in verschillende omvang die het aantal inwoners van die steden weergeven. Dat is een wezen statistiek op bodemsoort geprojecteerd. Dus je laat twee verschillende dingen zien omdat je wilt aantonen hoe het met de verstedelijking in de verschillende landschappen zit. Goed, dan na die hoofdstukken over die cultuurlandschappen komt er een viertal hoofdstukken waarin wordt ingegaan op het ontstaan van steden. Vooral de periode 11e tot en met de 14e eeuw. Weer links een nieuw getekende kaart. Dit zijn de oudste steden en hier rechtsboven ziet u analysekaarten met een onderlegger van Jacob van Deventer. U kent hem hopelijk allemaal. De grote kaartenmaker van de tweede helft van de 16e eeuw. Een aantal jaren geleden hebben we het over een boek mogen maken met Vlaamse collega Bram van Nieuwenhuizen, waarin we al die stadsplattegronden van Jacob van Deventer in één boek hebben samengebracht. Hier links ziet u twee volumes van het originele boek. Wat ik vooral over deze kaart nu kwijt wil, is dat ze onwaarschijnlijk betrouwbaar zijn. Jacob van Deventer wilde heel precies
al die steden, die 250 steden moet het er oorspronkelijk geweest zijn, heel precies in kaart brengen. En op de kaart geeft hij met stippeltjes in de straten en op de wegen buiten de steden in het landschap weer waar hij gelopen heeft om te meten. Een onwaarschijnlijk rijke bron voor het doen van onderzoek. Tot op de dag van vandaag. Je kunt heel veel binnensteden in Nederland bewandelen met die kaart van Jacob van Deventer, die ergens tussen 1545 en 1575 gemaakt is. Goed, ik probeer in dit boek ook het landschap, de steden en de architectuur in samenhang te behandelen. Ik probeer dus ook de vertaling te maken van de kaart naar het beeld, naar wat je werkelijk ziet. En behandel altijd de architectuur in samenhang met ofwel stadswording, stadsontwikkeling, ofwel met het landschap. En probeer ook met kaarten weer te geven, in dit geval bijvoorbeeld hoe de gotiek verspreid is vanuit het centrum Île-de-France naar andere delen van Europa. En laat ook zien in de architectuur, net zoals in het landschap, dat die grote dynamiek doormaakt, dat architectuur ook door de tijd heen verandert en dat een gebouw als een grote stadskerk, dat zijn de verschillende kleurtjes die u ziet in die plattegronden, dat die in fase tot stand zijn gekomen. In het Engels heel mooi benoemd als building in time. Goed, dit is een tussenstand in de 15e eeuw, waarin de verschillende soorten kaarten en kaartgegevens over elkaar geprojecteerd zijn. Dus verschillende soorten groepen steden op basis van stadswording en stadsvorm geprojecteerd op het landschap. En één aspect dat ik hier wil benadrukken is dat u ziet dat er grote gaten in dat patroon van zwarte symbooltjes zijn te zien. Waar liggen die gaten? Die liggen op het Drentse Zand in de grijze gebieden. Dat zijn er nog niet ingerichte gebieden, de onontgonnen gebieden dus. En u ziet bijvoorbeeld juist een enorme dichtheid aan steden in het rivierkleilandschap, in de zeeklei in het noorden, in de delta in het zuiden. En u ziet grote witte gaten in Holland, in de zuidwestelijke delta. Dat is dus nog onbedijkt gebied of niet drooggemaakt gebied. Daar gaan we ook de volgende hoofdstukken over. Enerzijds de grote bedijkingen, bijvoorbeeld van de zuidwestelijke delta. En dat is dus dat witte gat dat u daar linksonder ziet, boven Brouwershaven. Dat wordt allemaal in een paar honderd jaar in stappen bedijkt. En daarnaast natuurlijk de beroemde droogmakerijen in Noord-Holland, zoals de Schermer en de Beemster. Daarna komt het thema van de grote stadsuitbreiding uit de Gouden Eeuw. Ik noem hem gewoon nog zo aan bod, 17e eeuw dus. En wat ik wil benadrukken is dat er geen steden bijkomen na de 14e eeuw, eeuwenlang, maar dat een beperkt aantal steden, dat ziet u in de plattegrond weergegeven, wordt uitgebreid. Je ziet het ook in twee verschillende schaalniveaus in de kaart. Hè. Je ziet links heel Nederland met in cirkeltjes het oppervlak van de uitbreiding weergegeven. En rechts ziet u in dezelfde kleuren die de periodes aanduiden, hoe dat in de plattegrond zijn neerslag heeft gekregen. Fasekaarten noemen wij die faculteit bouwkunde. De gefaseerde ontwikkeling in ruimtelijke zin van de stad. Dan een aantal historische kaarten. Hier zien we een ontwerp voor de uitbreiding, de beroemde grachtengordel van Amsterdam. En ik zei het net al even, de oudste historische kaarten die wij in Nederland hebben, die komen uit de 16e eeuw. En daarna, 17e eeuw, komen er opeens heel snel heel veel meer. Bijzonder wat Amsterdam betreft. Die historische kaarten hebben allerlei functies gehad. Documentatie, representatie. Het is een ontwerp. Het heeft vaak ook met juridische aspecten te maken. Dit is Johan Blauw. Kaart van Enkhuizen. Vogelvlucht. En als je die vergelijkt met Jacob van Deventer, die 100 jaar ouder is, Jacob van Deventer, is deze veel minder betrouwbaar. Je zou denken, het is heel gedetailleerd weergegeven zoals. Dat is niet zo. Je kunt hier behoorlijk veel uithalen, maar het is een soort geïdealiseerde versie met een representatie door Blauw. Hè. Blauw was een kaartenmaker, een drukker en een uitgever, dus die wilde ook zijn boeken, zijn publicaties verkopen. Jacob van Deventer, dat is uniek. Daar is één exemplaar van die atlas voor Philips II. Goed. Via Blauw kom ik eigenlijk natuurlijk ook vanzelf op, wat voor kaart is dit nou? Hè, dus mijn collega die gaat in op wat ik al zei. Stad en landschap in de kunst. En dan komt natuurlijk ook de beroemde afbeelding van Amsterdam aan bod. Dit is een vogelvlucht. Je kijkt als een vogel op de stad. Het is een schilderij. Het is een plattegrond. Het is heel veel in één. Dat is ook heel belangrijk om te beseffen. Wat voor soort kaart, wat voor soort projectie heb ik nou eigenlijk in handen?
dit is een voorbeeld van een spread van zo'n fietstocht, waarin ik dus probeer al fietsend uit te leggen hoe nou die verschillende cultuurlandschappen er, als je door Nederland rijdt, in werkelijkheid uitzien. We hebben bijvoorbeeld hier de typische strokenontginning, veengebieden, hier een hoge vaart met links en rechts droogmakerijen. En wat dan opvalt is dat als je dat eenmaal begrijpt, als je het doorziet, zou ik het haast willen noemen, dat je ook die gelaagdheid door de tijd heen gaat zien en in samenhang gaat begrijpen. Op die kaartjes die we hier rechts zien, daar zien we enerzijds veenontginningen uit de 12e, 13e eeuw met de stroken, ruimtelijke strokenstructuur. Je ziet droogmakerijen. En die droogmakerijen zijn het gevolg van het feit dat dat veen voor een deel is weggeschept, weggebaggerd als brandstof. Veen kan je ook als brandstof gebruiken. En daarna, nadat het een plas, door mensen gemaakt water werd, werd drooggemalen. Dus in die gebieden zit een enorme dynamiek. Van veenmoeras via veenontginning. Eerst voor de akkerbouw, dan voor de veeteelt. Dan werd er de veeboeren, veenboeren, turfboeren. En vervolgens wordt wat ze hebben veroorzaakt, het gat, het water, de plas, wordt weer drooggemaakt. Op die kaartjes die je daar rechts ziet, helaas. Kleiner, had hier natuurlijk een heel groot schijnen moeten hangen. Ja, hebt u allemaal. Maar ja, laat dat maar aan de hedendaagse architecten toe. Hè? Goed, stappen we de 19e eeuw in. De spoorwegen, infrastructuur, die een enorme revolutie teweeg brengt. Tot dan toe was de waterinfrastructuur alles bepalend. Zeker in het westen van Nederland. Belangrijkste gebied economisch beschouwd. Door het spoor verandert dat ingrijpend. We zien op deze kaart, ik maak hem ietsje groter, ons spoorwegsysteem en tramwegsysteem op zijn hoogtepunt. Rond 1930 zie je de situatie hier. Met natuurlijk het net zoals wij dat nog kennen, dat in de tweede helft van de 19e eeuw stapje voor stapje grotendeels op particuliere maatschappijen is gecreëerd. En nog een veel fijnmaziger secundair systeem dat grotendeels is verdwenen, omdat het vanaf de jaren 50 en 60 werd overgenomen. Bussen. Dus die waren niet meer rendabel, die lijn. Ook daar probeer ik in dit boek weer de architectuur aan te koppelen. Hè. De verschillende nieuwe bouwtypen die mede door het spoor, het station is natuurlijk het meest expliciete voorbeeld daarvan, ontstaan, worden gebouwd. Met de nieuwe bouwmaterialen natuurlijk die bij de industriële revolutie horen. Maar wat natuurlijk ook heel belangrijk is, is om weer Europese context aan te geven. Industriële revolutie die in Engeland begint. Nog 5 minuten? Dat gaat lukken. Dat ziet u aan die grote bollen. Hè. Hier dus weer inwonertallen, statistiek weergegeven op een topografische kaart die vooral de politieke geografie aangeeft. En daaraan toegevoegd de infrastructuur van waterwegen, spoorwegen en landwegen. Het effect in Nederland is dat tot dan toe perifere landschappen, dan heb ik vooral over de zandgebieden in het zuiden, in Noord-Brabant en in het oosten, Twente natuurlijk, ontsluiten, waardoor daar natuurlijk de grote industriesteden kunnen ontwikkelen. Het wordt opeens bereikbaar, de grond is goedkoop, er is heel weinig regelgeving en piepkleine plaatsjes ontwikkelen zich razendsnel tot industriestad. Hoe dat in ruimtelijke zin gebeurt, dat hebben we op de nieuw getekende stadsplattegronden weergegeven die u links ziet. Wat ik heel erg wil benadrukken is dat door deze ontwikkeling door de tijd, dus het bewerken van bestaande landschappen, het toevoegen van infrastructuren, de gelaagdheid van ons landschap, van de stedenbouw en in de architectuur alsmaar toeneemt. En dat betekent dus dat het steeds complexer wordt. Ik vind dit zelf een geweldige kaart die u hier ziet. Het is een kaart over nog niet ontgonnen Nederland. Aan het begin van de 20e eeuw, meen ik, gemaakt in opdracht van de heidemaatschappij, een van de grote ontginningsmaatschappijen. Alles wat wit is, is al helemaal ingericht. En die kleurtjes geven in percentages van ongeveer 10% tot 45%, dat is het lichte bruin, het diarreebruin zo gezegd, waar het nog dus grotendeels niet ontgonnen is. En waar vindt u die gebieden? Die vindt u natuurlijk in het Drentse, het tot dan toe echt onontgonnen gebied en in het Brabantse voor een heel groot deel. En centraal, dus ja, de zandgebieden. Dus een heel duidelijk verband tussen de grondsoorten, de cultuurlandschappen en al dan niet of in hoeverre ontgonnen.
De ruilverkaveling, een heel bepalende ontwikkeling van bijna 60 jaar. Die zich in de loop van de 20e eeuw voltrekt. In allerlei soorten en maten. Ruilverkaveling is niet één beweging. Nee, er zit een hele ontwikkeling in. Het varieert per landschap, per cultuurlandschap. In de kern gaat het erom dat de akkerbouw veel en de veeteelt veel productiever moesten worden. En daarom wordt dat landschap heringericht. Hier prachtig verbeeld. Hier is een propaganda afbeelding. Met kaarten in de hoofdrol. Hier de situatie onder links voor de ruilverkaveling, de herindeling. En rechtsboven de nieuwe situatie. Je ziet dus twee dingen. Links kleinschaligheid in de verkaveling en rechts grootschaligheid. En u ziet eigendommen verspreid linksonder en eigendommen geclusterd rechtsboven. De kernaspecten van de grote onderneming door de Rijksoverheid. En hier ziet u het dus in verband gebracht met de cultuurlandschappen. U ziet bijvoorbeeld dat er in kleigebieden in het noorden heel veel ruilverkaveling is opgetreden. U ziet dat er in het rivierengebied heel veel is ruilverkaveld. Juist in de kleinschalige oudere cultuurlandschappen is ingrijpend opgetreden. Terwijl bijvoorbeeld in de veenontginningen in het westen van het land, in de droogmakerijen, het niet nodig was. Want die gebieden waren al vrij goed rationeel op grotere schaal te gebruiken in dat oudere landschap. De volgende infrastructurele revolutie, de autoweg, al een plan. U ziet het links, de Rijkswegenplan uit de jaren 20 en 30, maar grotendeels pas na de oorlog in fase uitgerold. Initiatief van de Rijksoverheid. En hier ziet u een prachtige, treurige foto uit 1972. Toen ook al diepe treurnis op de autoweg en altijd regen. Kort, deze mag ik u ook niet onthouden. Dit is ook weer zo'n fasekaart gemaakt bij de faculteit Bouwkunde in Delft, waar u het westen van Nederland, de Randstad, ziet. De samenhang tussen de infrastructuur en de toename van het bebouwd gebied in verschillende kleuren. En ik wil benadrukken dat wij op die faculteit Bouwkunde een periodiek hebben voor iedereen digitaal beschikbaar. Site ziet u hier ook, waarin we dus al jarenlang, inmiddels al 20 jaar lang, al dit soort kaartonderzoek doen en publiceren en beargumenteren. Dus ook de kaarten die we maken verantwoorden. Nog zo'n heel belangrijk aspect wat ons betreft. En ik wil dus benadrukken dat het heel erg noodzakelijk is om daar geld voor uit te trekken, ook al is het heel tijdrovend. Die moet er ook in. Ik heb begrepen dat hier ook in het gebouw hangt de beroemde blokjeskaart uit 66. Die kun je dus vergelijken met wat er werkelijk is gebouwd. Al die lagen van die kaarten die in deze Atlas van Nederland te vinden zijn. Tot slot wil ik graag met een moraal afsluiten. Natuurlijk, dat mogen duidelijk zijn. Nederland is in 2000 jaar met heel veel dynamiek ingericht. Er zijn duidelijke constanten te vinden en er zijn veranderingen. Maar wat ik heel graag meegeef voor deze middag, ik ga het even voordragen. Graag de gelaagdheid van de cultuurlandschappen, de stedenbouw en architectuur in onderlinge samenhang benutten voor de ruimtelijke ordening in de toekomst. Hoort daar nog bij te staan. De toekomst is weggevallen, zou dat symbolisch zijn. Goed, dank voor uw aandacht. Dankjewel, Reinoud. In de jouw welbekende stijl. Die stijl is ook in de atlas, in de teksten te herkennen. Prachtig, dankjewel. Er is ruimte voor één of twee vragen. Later ga ik dus meer interactief in gesprek. Zijn er vragen aan Reinoud of opmerkingen die jullie nu al willen stellen of maken? Dan kan dat nu. Ja, ik probeer even luid en duidelijk dan. En misschien herhaal ik hem voor de kijkers thuis. We hebben een footprint in het land. Dat is een beetje uit de hand gelopen. Als je jouw kaarten zou gebruiken in de tijd en de footprint zou opbouwen naar nu, waar zou je de grootste verspringingen kunnen aantreffen? De meest ingrijpende verschuiving vermoed ik op twee plekken. Twee periodes moet ik eigenlijk zeggen. Enerzijds in die periode van de 11e, 14e eeuw. Er is een enorme grootschalige ontginningsbeweging aan de gang, vooral in het westen. Ik denk op de eerste plaats aan de grootschalige veenontginning en alle waterstaatkundige werken die daarbij horen. En tegelijkertijd stadswording. Meer dan 100 steden komen tot stand in die periode. Dus dat is de eerste periode die heel bepalend is voor de verandering van Nederland. De tweede is, denk ik,
Ja, je kunt het moeilijk kiezen. Nou, ik denk toch eigenlijk dat het er drie zijn. De eerste is dus, hij hangt direct samen met de waterinfrastructuur. Die met de landschappelijke inrichting te maken heeft in het westen. In het bijzonder het veen. En die waterinfrastructuur die dus gebruikt kan worden voor het ontstaan van de steden. En het westen van Nederland tot belangrijk verstedend gebied binnen Europa maken. De tweede is direct in samenhang met de spoorweginfrastructuur. Tweede helft 19e eeuw te zien. En dat geeft dus een enorme verandering in bestaande steden die enorm uitbreiden. Maar vooral ook toevoeging in die tot dan toe periferie in de zandgebieden in het oosten en het zuiden waar de industriesteden tot stand komen. En de derde grote verandering kun je in verband brengen met het systeem van de autowegen. Dat zie je bijvoorbeeld op die kaart die ik liet zien van het westen. Waardoor het mogelijk wordt opeens op veel meer plekken te bouwen. Want je bent niet meer gekoppeld aan een haven of aan een station. Je kunt in wezen overal komen met je auto. Dus ik breng dat soort dingen graag in verband met die infrastructuur. Zowel in de grote lijn als ook letterlijk in de vorm van een stadsplattegrond of van een uitbreiding. Goed, een hele boeiende vraag. En dit is mijn eerste gedachte erop. Een aantal scharnierpunten, dus stroomversnellingen in de geschiedenis. Ik kijk nog even rond. Er is ruimte voor nog één opmerking, vraag. Ja? Verlaagdheid benutten voor de ruimtelijke ontwikkeling van de toekomst. Ja. Ik ga gewoon even verder waar ik ben geëindigd. Ja. Wat bedoelt u daarmee en hoe dan? Ja, ik vind het heel fijn dat u deze vraag stelt. Want ik moest natuurlijk in 20 minuten dit allemaal horen. Ik maak het graag concreet. Ik gaf dat voorbeeld van het landschap in het westen van Nederland toen ik dat kaartje toonde. Een gebied is eerst een veenmoeras. Dan wordt het in cultuur gebracht in de 12e, 13e eeuw op een heel grootschalige manier onder supervisie van de toenmalige hoogste overheid, de Graaf van Holland. Maar dan is het heel gestructureerd. En dat kun je nog helemaal terugvinden in de Alblasser Waard of de Krimpener Waard. In bepaalde delen van dat veen, doordat het inkelen, doordat de bodem daalt, kunnen de boeren geen graan blijven verbouwen, maar gaan over op de veeteelt. Daarom ziet die veenontginning er nu uit als weiland, maar dat was in grote delen oorspronkelijk niet zo. Dus dan wordt er een laag toegevoegd in die zin. En in bepaalde delen waar het te nat wordt om ook nog vee te kunnen telen, gaan ze het afgraven voor als brandstof. En dan gaan ze deels onder de waterlijn. En dan ontstaat dus die plas en die kun je weer droog maken. En er zijn dus veel delen in het hart van Holland waar je al die lagen nog kunt zien. Je ziet uit nog 12e, 13e veenontginningen. Je ziet nog plassen zoals bij Vinkeveen. Je ziet de droogmakerijen. Dat is wat ik bedoel met de gelaagdheid. En ieder cultuurlandschap heeft zijn eigen kenmerkende gelaagdheid, zijn eigen karakteristieken. En ik zou het heel verstandig vinden als die uiteenlopende karakteristieken van die cultuurlandschappen, maar evenzeer van de verschillende soorten steden die wij in Nederland kennen, op basis van de ontwikkeling door de tijd, dat die richtinggevend zijn voor de ontwikkeling in de toekomst. Zeker. Volgens mij is het een mooi punt om straks nog even op terug te komen. Gelaagdheid als een soort resultaat van het verleden, maar de voorwaarden voor toekomstige ontwikkeling. En dat een boeiend thema is ook richting de nieuwe nota ruimte. Voor nu wil ik hierbij laten. Gaan we naar de tweede. Alsjeblieft, uw vraag. Veiligheid mag. Het laatste punt. Ja. In mijn tijd toen ik nog werkte bij de Rijksbaanlopende Dienst, was er een behoorlijk breed gedragen verhaal van de lage benadering. En die was nogal robuust. Daar kon iedereen, zowel in het ruimte beleid als in de analyse, de diagnose van wat er moest gebeuren. Zijn wij vinden, en voor mij sluit dat inderdaad ook op aan, dat geeft die structuur aan van die gelaagdheid, namelijk dat je eigenlijk drie basislagen hebt. Bodem en water, die hoe dan ook robuust is. Daarna de infrastructuur, daar iets op. En daar weer op de occupatielaag. Ja. En dan hebben ze alle drie te pakken voor mij, waarin die geschiedenis zich heeft afgespeeld. Ja. En zo kan je het structureren. Ja. Heel goed, volgens mij wordt hier nog steeds heel veel gebruikt. Misschien kunnen de volgende sprekers, als het er past, daar iets van laten zien, of niet. Kijk even naar Eileen, namens Binnenlandse Zaken. Hoeft niet. Ik weet dat hier nog steeds volop wordt gebruikt. En de lage benadering is daarmee een instrument om die gelaagdheid recht te doen, zou ik zeggen. Inmiddels
Ja, Kersten. Kersten Namiek. Tweede spreker van het Planbureau voor de Leefomgeving. Kersten, jij hebt meegewerkt aan de ruimtelijke verkenning 2023. Net als ik zelf. En een hele grote groep anderen. Ik zie ook mensen van een extern instituut die ons daarbij geholpen hebben. Jij bent ruimtelijk ontwerper, ontwerpend onderzoeker, architect van opleiding. Jij gaat ons nu meenemen naar de toekomst. Je kijkt een klein beetje terug naar nota's en je kijkt naar de toekomst uit die tijd en je kijkt ook naar de toekomst in deze tijd. Ook voor jou ongeveer 20 minuten, maximaal. Dames en heren, Kersten Namiek. Dankjewel David. Ja, van mijn kant welkom iedereen. Mooi dat er veel belangstelling is hier en ook thuis online. Ja, we staan nu inderdaad op het scharnierpunt van het verleden naar de toekomst toe. En ook heel knap hoe Reinhold het in 20 minuten heeft meegenomen in 2000 jaar ontwikkeling van het land. Ik ga het inderdaad hebben over toekomstkaarten. En kijk ook naar een aantal voorbeelden uit ruimtelijke notas verleden. Hoe kaarten ontwikkeld zijn. En ik ga ook een toelichting geven hoe we de kaarten ontwikkeld hebben voor ons scenario-studie, de ruimtelijke verkenning. Maar ik begin ook nog even met wat algemene opmerkingen over de kaartmakerij. En ik denk dat heel veel mensen in deze zaal ook een sterke affiniteit, de fascinatie hebben voor kaartmateriaal. Die oude geologische kaarten, die zijn ook prachtig. Ja, Reinhold heeft wat historische voorbeelden gegeven. Nederland, een heel mooie traditie van kaarten maken. Dan waarschijnlijk de meest iconische kaart uit de ruimtelijke ordening, de blokjeskaart uit de tweede nota. Wat inderdaad hier op de derde verdieping en van de origineel hangt. Want die is in echt is die ook driedimensioneel. Dat zijn echte blokjes op een kaart. Daar zal ik later nog iets meer over vertellen. En dan naar de toekomst toe. Hè. Dat is van de collega's van Wageningen. Een kaart van dat jaar vooruitkijkend. Hoe Nederland oud zou kunnen zien als Nederland natuurinclusief is. Kaart die 3 jaar geleden gepubliceerd is, die ook heel veel belangstelling en aandacht in de media getrokken heeft, maar waar nu nog onderzoeksprojecten op lopen om die gedachtenlijn verder door te ontwikkelen. En nog verder, natuurlijk ook een door Lola Landschapsarchitecten een soort visiekaart hoe Nederland oud zou kunnen zien als echte zeespiegel, als die echt heel erg gaat stijgen. 5 meter misschien of meer. Nou, bij het Planbureau maakt men meer kaarten met informatie, met data. Maar ook deze kaarten laten ook een bepaalde urgentie zien. Een andere kaart die ook de kwetsbaarheid van het landschap, van het ecologisch systeem aangeeft. En ik denk, kaarten die raken ons allemaal, want het gaat over mensen, het gaat over ruimte. Het is ook een combinatie van wetenschap en kunst. Bijna ook al mooie voorbeelden laten zien. En ze spreken tot de verbeeldingskaart. En daarom zijn ze ook heel erg interessant om voor gesprekken over de toekomst, over de ruimtelijke ordening. Omdat ze ook heel veel inspiratie kunnen bieden. Maar ja, kaarten kunnen ook tot heel veel discussie leiden, zoals de stikstofkaart. En kaarten geven ook altijd een bepaald perspectief weer van de kaartmaker. Het is een kaart. Hoe de wereld uitziet als je Australië eigenlijk centraal in de projectie zet. Heel anders dan het beeld wat wij gewend zijn. Dus kaart maken is ook altijd keuzes maken, selectie maken, ook dingen weglaten. Welke kaartlagen gebruik je en welke kleuren gebruik je? Mark Monwenu noemde het ook white lies of het kaartografisch paradox. Je kan nooit alles laten zien, dus je moet ook keuzes maken. Ja, voor ons als Planbureau, als wetenschappelijk instituut, is het altijd belangrijk om daar gewoon zorgvuldig mee om te gaan, om de bronnen te benoemen, de methode, hoe we de kaarten hebben gemaakt. Er is in dit boekje staat ook een beschrijving over ons eigen huisstijl, hoe we kaarten maken. Ook een pagina met aandachtspunten, wat verschillende projecties betekenen. Als we dan kijken over de betekenis in de ruimtelijke ordening, zien wij 3 punten. Eerst is de ruimtelijke analyse, heeft David ook al genoemd. Het gaat er heel erg om, als je naar het gebied kijkt, om te kijken wat is de bestaande situatie. Daar begin je eigenlijk ook vaak meer als je plannen maakt, goed kijken, wat is er nu. Tweede is, kaarten helpen als communicatiemiddel en ook om draagvlak
te creëren. Ik zal ook wat voorbeelden geven. Maar ik begin nog even met de ruimtelijke analyse. Daar hebben we ook een mooi hulpmiddel voor. De atlas van de regio. Het is een geoportaal waar heel veel kaartlagen in staan. Ook historisch, maar ook over de toekomst. En alle soorten informatie rond 150 kaartlagen. Specifiek eigenlijk gemaakt voor beleidsmedewerkers die bezig zijn met het ruimtebeleid. Bij gemeente, provincie, Rijksoverheid. Hier een aantal voorbeelden. Er staan ook kaarten over bodem, over erfgoed. Over restricties. Ook topografische kaarten, hoe de ruimte in meer in de recente periode, de afgelopen 30 jaar, is veranderd. Nou, is hier ook enorm veel, ook veel verandering gebeurd in die periode. En we zijn nu ook bezig om de toekomstkaarten uit de ruimteverkenning ook toe te voegen. Als het goed is, dan die eind volgende week op de Atlas. Dus ook aanbeveling om daar aan te kijken als je geïnteresseerd bent aan kartografie of ruimtelijke ontwikkeling. Tweede punt, kaarten als communicatiemiddel. Wij doen als PBL ook zelf heel veel werksessies met verschillende actoren. En we zien, zodra er een kaart op de tafel ligt, dan wordt het gesprek concreter. En het helpt om verbindingen te maken tussen verschillende sectorale deelopgaven, tussen verschillende belangen, tussen verschillende actoren, ook tussen de korte termijn en de lange termijn. Dus een soort verbindend element. In de literatuur wordt het ook boundary object genoemd. En ook, we zien ook als we kaarten, en dat is ook weer zo'n soort vogelvluchtkaart van Nederland, zodra we een kaart in die publicatie zetten en in de sociale media, ja, dan hebben we een groter bereik en spreken we ook tot een breder publiek. Want eigenlijk, ja, voor veel mensen is het ook makkelijk om een kaart te lezen. En we zien ook in de regio dat eigenlijk veel regio's zelf bezig zijn met kaartanalyses laten maken van Atlas. En die kaarten inzetten voor gesprekken, ook voor de samenwerking tussen verschillende gemeentes in de regio. Voor de samenwerking met de waterschap, met de provincie, ook om ja, soort ook samen gevoel te creëren. En ook ja, op rijksniveau ook, is men druk bezig op verschillende, ook kijken naar verschillende straalniveaus, maar ook met cartografie, met ontwerpend onderzoek, om kaarten in te zetten als hulpmiddel voor gesprekken. En, wij als PBL hebben daar vaak een reflecterende rol om soms mee te kijken. Want daar gaat Celine straks nog meer over vertellen. Dus het gebeurt heel veel. Er zijn goede tijden voor ontwerpbureaus die op een strategische manier met ontwerpenonderzoek en cartografie bezig zijn. Maar dat leidt ook in de afgelopen jaren tot een enorme hoeveelheid aan nieuwe toekomstkaarten. En nou, dat hoor je wel ook soms, ja, dat is, men moeite heeft om daar duiding aan te geven. Wat kan ik daarmee? Wat zit hierachter? Dat is vaak is een kaart wel interessant om naar te kijken. Hoeveelheid, maar op zich is wel mooi dat er veel nagedacht wordt. En Matt Neffs heeft een artikel vorige week geschreven dat er wel ja, veel is, maar nou, het helpt wel bij het oefenen op de lange termijn. Want veel mensen zitten toch van nature meer in de korte termijn. En gelukkig heeft Maurits de Hoog een opdracht van platform Ontwerp NL, volgens mij samen met Vereniging Delta Metropool, een mooi overzicht gemaakt over de verschillende toekomstkaarten, ook ingedeeld naar verschillende type toekomstbeelden. Een ander punt van kritiek, Peter Pelzer en Maarten Heij, die hebben ook artikel geschreven, iets langer geleden, zijn ja, een kaart is mooi, maar is nog niet voldoende. Een kaart is ook niet, geeft nog niet de oplossing. Het is heel belangrijk om ook interdisciplinair samen te werken en ook aandacht voor de bestuurlijke aspecten te hebben. Nou, dat hebben we ook gedaan in onze ruimtelijke verkenning. We hebben naar 2050 gekeken in vier kijkrichtingen, gebaseerd op maatschappijbeelden. En de kenmerkende elementen van onze studie was inderdaad ja, die basis van op maatschappijbeelden. Dus ook de verhaallijn op een wetenschappelijke manier op te bouwen. En ook wat de kaartmakerij betreft, een combinatie van rekenen en tekenen. Dus de ruimtelijke modellering en ontwerpend onderzoek. En we hebben dit ook op een integrale manier gedaan. We hebben naar al die hoofdthema's van de ruimtelijke ordening gekeken en ook nagedacht wat. Betekent dit dan voor bestuurlijke handelingsopties?
Nou, dan kom ik naar de toekomstkaarten in de notas van de ruimtelijke ordening, ook in snelvlucht daardoorheen. We zijn bijna aan de tiende nota toe, van 1958. En die ging eigenlijk alleen over het westen van het land. Maar toen stond er wel echt een heel interessante kaart in, waar heel veel elementen, ook van de basiselementen van de ruimtelijke ordening, in terug te vinden zijn. Compact houden van de stedelijke agglomeraties. Groene bufferzones tussen de steden. En ook al wat zoekgebieden voor groeikernen en wat we later Newtowns noemden. Nou, in de eerste echte nota, dan 2 jaar later, die over heel Nederland ging, daar stond nog niet zoveel ruimtelijk kaartbeeld in, dus was meer een soort demografisch perspectief. Maar ja, dan komen we bij de prachtige blokjeskaart. Ja, dat was echt de tijd van de maakbaarheid. En dus, ja, ook heel opvallend hoe gedetailleerd deze kaart is, hè? Heel precieze kaart. En toen was eigenlijk de voorspelling dat in het jaar 2000 dat er 20 miljoen inwoners in Nederland zouden wonen. Dus enorme groei was voorzien. Dat was nog net voor de anticonceptiepil. En planning was nodig. En als we kijken, eigenlijk de stedelijke ontwikkeling, als we nu kijken, die stedelijke ontwikkeling van vandaag, die lijkt eigenlijk redelijk wat hier op de kaart stond. Bij andere elementen is iets minder, bij het een heel fijnmazig snelwegen netwerk door het land, dat is niet op deze manier gerealiseerd. Gelukkig zou ik zeggen. En ook Markermeer is natuurlijk nooit ingebouwd. En ook toen in de tweede nota was er ook aandacht voor de watervraagstukken. Dus van de kaart voor water en ook de ligging van Nederland in Noordwest-Europa. Nou, daarna in de derde en vierde nota wordt het kaartbeeld veel abstracter. Er wordt met symbooltjes, met asseringen, met pijlen gewerkt. Dus eigenlijk een heel andere soort kaartbeelden die dan opeens ontstaan. Ik ga hier heel snel doorheen, alleen de hoofdpunten. En dan komen we bij de vijfde nota, die een prachtig kaartmateriaal heeft, maar die is nooit vastgesteld om politieke redenen. Maar het was wel indrukwekkend. En ja, daar links beneden staat de lage benadering. Die is ja ook even het eerste toegepast in dit leidig boekwerk. Nou, maar dan toch weer terug naar het abstracte, de meer symbolische manier. De nota ruimte van 2004. En waar ook duidelijk te zien is, die nadruk op de economische ontwikkeling. Dus sterker maken wat sterk is. Dat is hier terug te zien. Die focus ook op de Randstad. West-Nederland lijkt hier al een beetje onder water te lopen, maar dat was volgens mij niet de bedoeling. Deze kaart. En ook de structuurvisie, infrastructuur en ruimte. Ook nog steeds met de nadruk op de stedelijke agglomeraties. Nou, dan komen we naar de NOVI, Nationale Omgevingsvisie van 3 jaar geleden. Er stond nog niet echt een visiekaart, maar een interessante discussiekaart staat erin. Wat ook heel het stedelijke netwerk weergeeft. En ook te zien dat wat groene verbindingslijnen erbij komen. Maar op andere punten, het is nog niet zo duidelijk hoe de ruimte voor energie, voor circulaire economie, hoe dat een plek gaat krijgen. Dus er wordt hard gewerkt aan de nota ruimte. Dus wij zijn benieuwd en we weten achter de schermen, ja, daar wordt heel veel gedaan. En ja, daar zal Eline iets meer over vertellen. Dus dat zijn de notas. Dan komen we naar de ruimtelijke verkenning, de scenario-studies. Een half jaar geleden verschenen. Ja, als hoofdboodschap was, denk vooral aan die lange termijn. Hè. Denk naar, want die investeringen, de keuzes en de ruimtelijke ordening, die gaan heel lang mee. Dus hou rekening met de lange termijn en ook met de verschillende vormen van onzekerheid. En zet in op robuust en toekomstbestendig ruimtelijk beleid. Ja, dat klinkt heel mooi, maar daar hebben we ook wat suggesties voor gedaan in de studie. Bijvoorbeeld, ja, bodem-watersturend. Ook transformatie van het bestaand stedelijk gebied. Er staat nog veel meer in, maar daar ga ik vooral zelf nog in kijken. Volgens mij zijn er dan nog dozen met boeken bij de uitgang. Dus wie wil, mag later daar ook een boek meenemen. Maar ik wil het vooral over kaartbeelden hebben. Dus we hebben ook, was ook onze ambitie om daar kaartbeelden te maken. Waar we al die ruimtelijke thema's op elkaar gaan leggen. En
we willen bewust die ook vrij gedetailleerd maken, dat die ook toepasbaar zijn, gebruikbaar zijn voor regio's, gemeentes, provincies. Maar dat is wel een balans, weet mij ook, hè, tussen de leesbaarheid en de bruikbaarheid. Want er zijn nog best complexe kaartbeelden geworden. En daarom hebben wij ook een digitale kaart ontwikkeld, waar je ook veel kan inzoomen. En de scenario's met elkaar vergelijken, maar ook verschillende kaartlagen aan- en uitzetten. En we hebben ook abstracte, gesimplificeerde kaarten gemaakt om ook meer in één oogopslag de meest kenmerkende verschillen tussen de scenario's te beelden. En alle informatie is op de publicatiepagina, daar zijn ook de pdf's te downloaden. Volgens mij stond in de uitnodiging ook een link. Inmiddels is ook een achtergrondrapport verschenen, waar meer informatie staat over de methode die toegepast is om de scenario's te ontwikkelen. En ook in het begin van het maken van ons eigen scenario zijn we ook goed gekeken naar eerdere scenario-studies. En eigenlijk sinds de jaren 80 waren er drie grote scenario-studies, eigenlijk om de 10 jaar, want grote nationale scenario's gemaakt. En het begon in 1987 met Nederland Nu als ontwerp. Toen het initiatief van ook meer uit de ontwerpdisciplines, mensen die ook niet tevreden waren met hoe de planologie toen ging, ook heel erg technocratisch, modelmatig was het. Ze was een groep die wilde gewoon vrij vooruit denken. En heel spannend proces. Maar er was wel kritiek over de kaarten zelf, want die waren heel erg kunstzinnig, geabstraheerd. Dus het was wel ver weg ook van de beleidsmakers en ook de burger moeilijk om daar zoals toch die scenario's met elkaar goed te vergelijken. We waren ook heel erg geïnspireerd door de studie Nederland 2030. Dan door de Rijksplanologische Dienst, eigenlijk ook in aanloop naar de vijfde nota. Heel mooie studie, interessant om naar te kijken, want ze hebben ook op verschillende stadio's gewerkt. En wij vonden ook die schetsmatige manier, echt nog hands schetsen, door verschillende bureaus uitgewerkt. Die spreken heel erg tot de verbeelding en laten we ook een mooi draag daarvan van die verschillende scenario's zien. Dan weer 10 jaar later, Nederland later, van het Milieu- en Natuurplanbureau, toen kijkend naar 2040, heeft de ruimtescanner, de ruimtelijke modellering, heel erg ingezet. En dit zijn echt computergegenereerde kaarten, indrukwekkend hoe precies die zijn. Maar dan was men ook weer een beetje kritisch, dat past eigenlijk niet zo goed bij een soort scenariobeeld, wat rekening houdt met verschillende onzekerheden. Dus we hebben eigenlijk in onze eigen studie hadden we die ambitie om daar een soort combinatie van te maken, wel die ruimtelijke modellering ook toe te passen, want dat kunnen we op een goed onderbouwde manier doen. Maar ook toch die charme van het schetsen, van het ontwerpende, om die stijl nog samen te brengen. En we hadden ontwerpend onderzoek ook nodig op thema's, bijvoorbeeld als circulaire economie, waar we geen modellen en data hebben. Om daar, dan moesten we nog op een soort ontwerpende manier elementen op de kaart zetten. Dus en daarbij hebben we ook gebruik gemaakt van bestaande scenario-studies. We hebben dat ook met verschillende partners gedaan. En ook in een iteratief proces, dus ons eerst met schetsen begonnen en dan in verschillende nationale en regionale ITE's, dus de kaarten en ook de scenario-verhalen steeds meer verfijnd en verder uitgewerkt. De kaarten zijn in 5 lagen, inhoudelijke lagen opgebouwd. En de hele studie zit ook zo in elkaar, dat we eigenlijk naar 5 thema's hebben gekeken. Bij ons zat nog, ons team zat ingedeeld in 5 groepen. En we hebben letterlijk die verschillende lagen op elkaar ingelegd. Dus we begonnen met de ondergrond, landbouw, natuur. En deze is gemodelleerd op basis van meta-natuurplanner van Wageningen. Dan de laag van stedelijke ontwikkeling daar overheen gelegd. Die is gemodelleerd met de PBL ruimtescanner. Dan laag van klimaatadaptatie overheen.
Het energienetwerk, het is een combinatie van modellering op land, maar op de Noordzee hebben we het ook weer op een ontwerpende manier ingevuld. En de laatste laag is de laag van de economie, die ook wat verschillende economische clusters en hubs zitten. Nou, dat heeft de complete kaartbeelden opgeleverd. Dus 4 scenario's, 4 kaartbeelden. En de verschillen zie je het beste inderdaad als die kaarten digitaal overheen liggen. Dan ook posters aan die kant. En we zijn nu bezig, we zijn ook niet gestopt bij de publicatie. Wij hebben toen, een half jaar geleden, ook een oproep gedaan voor mensen die belangstelling hebben om met ons samen met de scenario's aan de slag te gaan. En we hebben veel reacties gehad. Daar zijn we nu 2 of 3 keer per week zijn we nu betrokken bij werksessies met gemeenten, provincies, afdelingen van het ministerie. En ja, want de scenario's waren ook bedoeld als hulpmiddel. Het was niet bedoeld als een soort toekomstplan, maar juist om mensen te helpen om na te denken over de lange termijn en wat opties zijn voor de ruimte. Ik zie David al staan. Ik kom naar mijn laatste sheet. Volgens mij komt het goed. Ja? Nou, eentje heb ik nog. Dus ja, nadruk ook op het samenwerken. Wij zien ook het interdisciplinaire is heel erg sterk. De samenwerking tussen ontwerpers, onderzoekers, samen met betrokken partijen. En daarbij ja, ook kaarten gebruiken. Helpt heel erg om het concreet te maken. En van tabula rasa naar tabula scripta. Dus op terugkijkend, wat hebben we al? En dat is mooi gezegd, gelaagde landschap. Kijk goed naar het gelaagde landschap, de bestaande steden. Maar er zijn ook keuzes nodig. Hè? Er zijn grote ruimtelijke opgaves, grote ambities. We willen een klimaatneutrale, circulaire samenleving. Nou, dat is nog een uitdaging, ook ruimtelijk. Maar ik denk, de uitdaging zit hier om een goede balans in te vinden. Dat is mijn... Dankjewel, Kirsten. Het woord gelaagdheid hebben we mooi mee kunnen nemen, denk ik, vanuit de historie naar deze toekomstkaarten, hoe ze hebben opgebouwd. Zijn er opmerkingen, vragen? We hebben ruimte voor 1 of 2 aan Kirsten aanleggen. Eerst meneer naar achterin en dan mevrouw Robin. Nou, voor de mededelingen, je wees naar de schermlefmouw te hoog. Ja. Het is voor iedereen toegankelijk, hè? Het is een organisatie die pad voor het ontwerp is al. De Google Fixed pad in het wel te downloaden en is ook een portal naar allerlei digitale. Maar in de komende die net het nu passeren. Dus we maken het mee. Ja. Ik herhaal het even, mocht mensen, want er was een vraag achterin de zaal, herhaal ik mee voor de mensen thuis. De quickscan van Maurits de Hoge, die Kirsten liet zien, is gratis toegankelijk via de website. Ja, dus niet alleen een boek, maar ook een portaal. Hè? Volgens mij kan je dan ook naar plannen kijken, die dan beter... Ja, altijd een link gelegd naar de bron. Ja. Wat misschien ook leuk is, er wordt geduid, zeg maar, wat de status is van dat soort plannen en wat je ermee kunt. Hè? Dus, het zijn soms echt wilde studies, hè? En soms in een beter geval. Maar hij heeft een soort overzicht laten zien waar welke kritisch effect geven en wat je daarmee kunt. Dat kan zijn. Ja, dat is, ik refereerde daar net kort in mijn inleiding, het maken van kaarten, het gebruiken van kaarten. Ik denk dat het portaal daar ook aan kan bijdragen. Hoe kun je al die fraaie kaarten die we vandaag ook de revue laten passeren, gebruiken? Bijvoorbeeld in beleid. Ja, vraag. Hey, Rebecca Niessen van RIVM, Centrum Infectieziektebestrijding. Ik kan misschien afvragen waarom ik hier zit. Ik heb hier een beetje vreemde eentje bij misschien. Maar ik hou me bezig met de leefomgeving. En hoe de leefomgeving invloed kan hebben op de gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan, je kunt denken aan de luchtkwaliteit. Maar je kunt ook denken aan waar verzorgingstehuizen heel dicht bij elkaar staan. Of waar een boerderij met ontzettend veel dieren heel dicht bij een stad is. Ik merk vanuit de kaarten die u laat zien dat er nog weinig aandacht is voor die relatie leefomgeving en gezondheid. Klopt dat of is dat gewoon niet aan bod gekomen? Ja, nou, dat klopt. We kunnen ook niet alles meenemen, want het was een lange termijn. We hebben wel collega's die daarmee bezig zijn. En ik denk dat ook dat wij ons kaart
lagers die zijn ook niet echt op een lokale straalniveau te interpreteren. Het zijn toch, als je inzoomt, toch, zie je toch dat het grote vlekken zijn. En dat je ook, ja, het gebied moet je gewoon heel erg gebiedsgericht inrichten. Dus ik denk dat... Bijvoorbeeld een gebied als Drenthe, kan ik me voorstellen dat het meer uitnodigt tot beweging dan een gebied als dit, waar we nu zijn in Den Haag. Dus dat is wel iets waarvan ik zeg, dat het nou, zou misschien groot genoeg kunnen zijn om op een kaart weer te geven. Is dat zo? Ja. Maar er zat wel in de verhaallijnen, zijn dit wel elementen, want dat zijn verschillende maatschappijbeelden. En dan sommige, ja, het regionaal geworden is heel erg aandacht voor de identiteit van de lokale omgeving, voor de leefomgeving. Dus daar zit dat, ik denk, heel intrinsiek in. En een scenario een snelle wereld, ja, dat is dan, ja, toch heel erg digitaal, dat je thuis in je soms digitale bubbel zit. Daar heb je een andere samenleving. Dus op die manier is het wel eigenlijk volgens mij meer in de tekst en lastig om dat op de kaart te geven. Ja, zeker op de termijn van 2050, daar kijken we 30 jaar vooruit. Ja. Ik vind het wel een hele goede vraag, en we proberen in de tournee, waar we al aan refereren, daar gaat het land in, hè, proberen wij op verschillende thema's ook met mensen die daar echt mee bezig zijn, dus echt deskundigen, op door te pakken. Soms is dat een gebied, soms is dat een thema, en dan kun je veel specifieker met de kennis die je doet. Doorontwikkelen op basis van de scenariokaarten. En gezondheid zou daar een voorbeeld van kunnen zijn. Ik zou iedereen willen uitnodigen. Doe dat op je thema. Neem die basis, zet hem naar je hand. Stel er kritische vragen bij. Ik denk dat ze zich daar wel voor lenen. Maar Kerstin geeft wel een goed antwoord. We hebben niet overal evenveel aandacht aan kunnen besteden. Ik denk dat het gewoon een gemiste kans is als het niet gebeurt, denk ik nu. Ja, ik zou zeggen, voel je vrij. En weet ons ook te benaderen met vragen. Gewoon. Dan kunnen we ook toelichting geven. Ik wil het hier eigenlijk bij laten, maar onthoud je vraag, want we komen zo meteen nog in gesprek met iedereen, want anders de tijd gaat best wel snel. Ik ga Eline Wieringaaf, die is al onderweg naar voren, het podium geven. Eline werkt voor Mooi Nederland bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En jullie werken aan onder andere kaarten die hun weg weer gaan vinden of kunnen vinden naar de notaruimte. Waarbij de gelaagdheid opnieuw, denk ik. We hebben heel veel over de stapelkaarten gesproken het afgelopen jaar. Die gelaagdheid opnieuw aanwezig is. Ja. Dat is denk ik ook in jouw presentatie wel te zien, die stapeling. Dus ongeveer een kwartiertje voor jou. Ik ga weer zichtbaar in beeld staan. Dankjewel, David. Eline Wieringa. Ik werk in het programma Mooi Nederland, maar heel erg samen met Notaruimte en het programma Novex. Waar we eigenlijk in die drie programma's heel erg werken aan hoe pakken we nou die regie op de ruimtelijke ordening weer terug. Maar ook samen met alle nationale programma's die bij al die departementen meer op de sectorale onderwerpen uitgewerkt worden. Waar we eigenlijk in de ruimtelijke ordeningsbrief aan het begin van deze kabinetsperiode zijn gestart met... eigenlijk het weergeven van hoe zitten al die opgaven die impact op de ruimte hebben nou in elkaar. In drie verschillende perspectieven die eigenlijk heel erg passen bij de lage benadering. Maar het gaat echt om welke opgaven hebben nou heel sterke samenhang. En zou je eigenlijk in samenhang willen komen tot een nieuwe strategie. En die drie perspectieven staan natuurlijk ook niet los van elkaar. Maar hebben ook weer heel erg veel met elkaar te maken en impact op elkaar. In het programma, maar in Mooi Nederland zetten we heel erg ruimtelijke kwaliteit centraal vanuit de waarde van Vitruvius. Dus wel echt een brede blik op hoe je ruimtelijke kwaliteit ziet. Dus het is echt niet alleen maar mooi. En we werken eigenlijk in twee actielijnen. Eén actielijn die echt voor heel Nederland verkijkt naar de nieuwe grote systeemkeuze die je eigenlijk moet maken. En daar de toekomst verkennen. En de andere gaat veel meer... Het duikt het gebiedsniveau in en hoe kan je daar concrete inrichtingsconcepten ontwerpen, maar ook doorvertalen naar wat voor instrumenten heb je dan eigenlijk nodig om dat uit te kunnen voeren uiteindelijk. In actielijn 1 werken we aan twee dingen, dat heten de stel-dat-verkenningen en de integrale toekomstbeelden. Om echt even ver weg naar de toekomst te kijken, wat zien we nou op ons afkomen en hoe zou je daarmee om kunnen gaan?
Dus het gaat over zes stel dat verkenningen op de grote onderwerpen waar we echt systeemkeuzes moeten maken. Die weer bij elkaar brengen in geïntegreerde toekomstbeelden. En dan kijken als we dat met elkaar zien en alles wat in die andere programma's gebeurt. Wat voor blik op de toekomst zou je dan kunnen geven? Wat voor een visie ontwikkelen daaruit als Rijksoverheid? Eerst even snel de stel dat verkenningen. Wat we doen is echt verkennen van de toekomst op die grote systeemkeuzes, op die grote onderwerpen. Echt even heel ver wegkijken naar 2100, maar het is natuurlijk nooit exact 2100, maar ook terug. Dus wat zou je dan eigenlijk nu moeten doen om een richting voor de toekomst in gang te zetten? We werken met teams vanuit alle departementen samen, met ontwerpbureaus. Maar ook met een reflectiegroep van een aantal externe partijen. En wij doen ook weer rekenen en tekenen. Dus zorgen dat dat wat je met ontwerp ziet naar de toekomst ook heel goed onderbouwt met goede feiten en cijfers. Nou, we hebben eigenlijk per perspectief drie stel dat vragen geformuleerd. Of stel dat vragen geformuleerd op die grote onderwerpen. Dus één voor landbouw en natuur, één voor water en bodem. Eentje voor landbouw en eentje voor natuur. Die van water en bodem gaat heel erg, hoe zou je meebewegen, goede invulling kunnen geven. Die voor landbouw gaat heel erg over grondgebonden. Hoe zou je dat kunnen laten aansluiten bij de kenmerken van een gebied. En natuur gaat veel meer over dat robuuste natuursysteem. Hoe zou je dat kunnen ontwikkelen? Dan twee op die ordenende netwerken voor energie en circulaire economie. Die van energie, stel dat je zo volledig mogelijk elektrische energievoorziening zou krijgen. Hoe zou dat eruit kunnen zien? Maar ook tegen welke grenzen loop je op en hoe zou je dat dan op een andere manier invulling moeten geven? En die over economie gaat heel erg over de verschillende stromen van goederen en grondstoffen. De verandering daar eigenlijk in van de circulaire economie. En hoe zou je dat systeem en efficiënt en ruimtelijk zo goed mogelijk vorm kunnen geven. En de laatste die gaat over de leefbare steden en regio's. Dus die gaat hier heel erg over stel dat je die bevolking ook veel meer een plek zou willen geven in andere delen van Nederland. Dus echt een wat meer verschuiving in dat stedelijk netwerk. Maar ook hoe zorg je daarbij voor een goede balans eigenlijk tussen wonen, werken en voorziening. Nou, in al die stel dat verkenningen beginnen we eigenlijk met het doorgronden van het systeem. Dus hoe zit het nou eigenlijk in elkaar in Nederland? Hoe zit dat watersysteem in elkaar? Wat zijn nou de kenmerken van al die verschillende bodemtypen? Dit zijn een aantal voorbeelden. Hoe zit ons energiesysteem eigenlijk nu in elkaar? Maar ook hoe zit onze verstedelijking in elkaar? Wat zijn nou die netwerken die heel erg met elkaar te maken hebben? Wat zijn daily urban systems? Dus doorgronden, hoe zit het eigenlijk in elkaar? Dan gaan we eigenlijk kijken, welke opgaven komen daar nou eigenlijk op af? Vanuit onder andere klimaatverandering. En dan ook precies, wat is dan de precieze impact eigenlijk op verschillende plekken eigenlijk in Nederland? Wat zijn nou de doelen die we hebben gesteld? Dus waar zouden we eigenlijk naartoe willen? Die hebben natuurlijk en impact op de fysieke ruimte, maar ook op de milieuruimte. En dan gaat het ook weer over veiligheid en gezondheid. Demografische ontwikkeling, natuurlijk ook een groot thema. Hoeveel mensen wonen er in Nederland in 2100? Er zitten natuurlijk ook enorme bandbreedtes in. Hoe gaan we dan met die bandbreedtes om? En dan zeggen we ook, het gaat ook om de kwantitatieve opgave, maar ook kwalitatief. Wat voor mensen wonen er nou in Nederland? En hoe bouw je nou eigenlijk voor de mensen ook in de toekomst? En dan gaan we met al deze kennis verkennen van verschillende mogelijke oplossingsrichtingen. Dus deze is voor de stel dat voor water en bodem. Wat zijn nou al die aspecten waar we eigenlijk oplossingen voor moeten bedenken? Wat voor type oplossing zou je kunnen nadenken? Dus van heel klein, net een knelpunt oplossen tot veel groter. Echt naar nieuwe toekomstperspectieven voor delen van Nederland. En zo kijken naar, als je dat nou weer bij elkaar gaat brengen, dan, wat zie je dan eigenlijk in al die verschillende gebieden? Wat voor verschillende oplossingen komen dan eigenlijk weer samen? Met ook even concreter induiken, als we dan kijken naar zo'n mogelijk nieuw toekomstperspectief in een gebied, is een voorbeeld een dubbele dijkenstructuur aan die randen in het zuidwestelijke delta en in het noorden van Nederland. Nou ja, hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Hoe kan je dat dan weer combineren met andere opgaven om te zorgen voor echt een nieuw toekomstperspectief in zo'n gebied?
Zo proberen we eigenlijk ook te kijken naar Nederland in gebieden, maar dan heel erg vanuit de inhoud. Hoe zit het nou in elkaar? Wat is die bodemstructuur? Hoe zit dat watersysteem in elkaar? Maar ook, wat zijn al die kenmerken van die verschillende landschappen? En kunnen we dan nadenken over gebieden waar je eigenlijk een samenhangende strategie zou willen maken vanuit gebieden die ook kenmerken gelijk eigenlijk hebben, die ook een soort identiteit gezamenlijk hebben? En dan proberen we op verschillende manieren te kijken naar de vraag die we hebben gesteld. Dus we stelden een vraag voor natuur over wat zouden robuuste verbindingen kunnen zijn. Maar je kan die bekijken vanuit natuur, puur natuur, heel natuurintensief. Je kan ook veel fijnmaziger natuurinclusief inrichten van verschillende functies. En je kan ook nadenken over verbinden van robuuste verbindingen met maatregelen die eigenlijk voor veel andere opgaven ook nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het watersysteem. Dat kunnen we ook doen voor landbouw. Dus je kan nadenken over een perspectief voor de landbouw, maar ook je hebt heel veel verschillende perspectieven voor de landbouw. Dus je kan veel meer nadenken vanuit productie maximaliseren, vanuit veel meer verbinden met maatschappelijke diensten of veel meer de transitie naar plantaardig. En zo proberen we ook die blikken te verbinden aan die verschillende type gebieden die we eigenlijk in Nederland zien. Dus als je nou kijkt naar die verschillende mogelijke strategieën, die hebben verschillende betekenis in die verschillende gebieden in Nederland vanuit verschillende kenmerken die ze eigenlijk hebben. En zo kan je voor die type gebieden eigenlijk weer nadenken over verschillende mogelijke strategieën. Dat geldt ook voor de schaalniveaus. Dus heel veel van die opgaven spelen en op een schaalniveau waarbij je echt even naar Europa moet kijken. Maar sommige spelen echt tot aan de schaal van je woning. En daar wissel je eigenlijk ook de hele tijd tussen. En dan proberen we echt verschillende varianten waarin we dat weer bij elkaar brengen uit te werken. Dus deze gaat over die leefbare steden. Wat als je de groei concentreert meer in de Randstad? Wat als je echt veel meer naar de hoge en droge van delen van Nederland gaat? Wat zou dat betekenen en hoe zorg je dan in die gebieden ook voor een goede balans tussen wonen, werken en voorzieningen? En dan gaan we het bij elkaar brengen. Maar dit is echt nog waar we mee bezig zijn. Dus dit is echt het verkennen van wat zijn al die verschillende mogelijke opties. En als we dat bij elkaar leggen, is natuurlijk ook echt een ontwerpstap met elkaar. Hoe kunnen we meer integrale mogelijke oplossingen naar de toekomst bij elkaar leggen? Dus, en daarom ook in beeld brengen, wat zijn nou mogelijke keuzes die je moet maken? Wat is de impact van zo'n keuze als je die zou maken? Wat zijn eigenlijk de cruciale keuzes en op welk moment moet je nou welke keuze maken om goed voorbereid eigenlijk te zijn op de toekomst? Zo krijgen we en beelden van ruimtelijke structuren die zouden kunnen ontstaan, maar we bouwen vooral heel erg redeneerlijnen doordat we verhalen eigenlijk aan het ontwikkelen zijn over hoe vertel je nou eigenlijk waar je naartoe zou kunnen. En dit brengen we bij elkaar in de integrale toekomstbeelden. Dus eigenlijk proberen we alles wat we in die stel dat op die deelonderwerpen zien weer bij elkaar te brengen in verschillende varianten voor heel Nederland met alle opgaven bij elkaar. Dus ook weer ver wegkijkend, maar ook weer terug naar dichterbij. Verkennen van de hoeken van het speelveld, maar wel niet zo dat we denken dit gaat het toch nooit worden. Wel binnen wenselijk realistisch toekomstperspectief. En echt als onderzoeksinstrument om te laten zien wat zouden nou mogelijke keuzes kunnen zijn en wat is de impact van die keuze dan. Deze varianten zijn tegelijk ook de varianten die de planmerk voor de nood en ruimte ingaan en daarmee ook echt getoetst worden wat de impact van die verschillende varianten zouden kunnen zijn. Ook dit weer met de departementen, met een ontwerpbureau en door te rekenen en te tekenen. En met bouwstenen uit al die verschillende processen die nu allemaal lopen. Dit zijn de vier, die staan in woord ook in de notitie rijkwijd en detailniveau voor de planmerk voor de nota ruimte. Dus ook hier geprobeerd in een snelle schets te laten zien wat is nou de basis eigenlijk van de variant die we aan het uitwerken zijn. Die eerste gaat heel erg over het benutten van het nu, van wat we nu hebben en dat versterken. Die tweede gaat veel meer over heel sterker specialiseren en concentreren. De derde gaat echt over de regio. Wat als je nou al die krachten van de regio benut? En de vierde gaat over als je nou veel meer gaat meebewegen en echt in transitie en echt met die klimaatverandering mee gaat veranderen.
heel erg ook in detail. Wat voor verschillende keuzes zitten daar dan eigenlijk onder? Onleesbaar. Maar alleen om even te laten zien, hoe werken we hier nou aan? En ook hier proberen te vertellen. Dus met allemaal verschillende type beelden proberen te laten zien. Hoe zitten die varianten dan in elkaar? Hoe zou het eruit kunnen zien? Hoe zit het in de tijd? Op welk moment zou je dan welke keuze moeten maken? Even zo'n gebied induiken en dan de verandering in de tijd laten zien. Op allemaal verschillende manieren. En dit bij elkaar benutten we ook om toe te werken naar die notaruimte. Dus wat wordt dan de visie voor Nederland? Hoe kunnen we daarin echt richting geven? Wat voor ruimtelijke hoofdstructuur zien we dan ook? Maar ook, wat is dan het ontwikkelpad? Wat zijn dan de keuzemomenten? Wat zijn dan echt de sleutelplekken waar je wat moet gaan doen om te zorgen dat je die richting ook in gang kan gaan zetten? Schiet er even doorheen, David. Actielijn 2 gaat echt over die handelingsperspectief op dat gebiedsniveau. Echt even inzoomen op een gebied vanuit al die grote opgaven. Maar hoe kan je concreet die opgaven laten landen op een plek? Dus ook hier, deze gaat over de naoorlogse wijken. Waar liggen die dan allemaal in Nederland? Maar ook even in het type landschap. Hoe zitten die landschappen dan in elkaar? Hoe zitten die wijken dan heel precies in elkaar? Wat zouden mogelijke bouwstenen kunnen zijn die allemaal onderdeel zijn en antwoord kunnen geven aan een opgave? En dan proberen vanuit de kennis van zo'n landschap, vanuit al die bouwstenen, dat bij elkaar te brengen in een perspectief voor zo'n gebied. En eigenlijk ook proberen om daar dan weer instrumenten aan te verbinden. Dus wat hebben we nou nodig om te zorgen dat het ook uiteindelijk gaat gebeuren? Laatste dia. Eigenlijk doen we dus echt ruimtelijke analyses en verkenningen. Dat zijn echt open verkenningen. Dus wij maken in Mooi Nederland nooit een keuze. Maar we bieden heel veel input om uiteindelijk keuzes te maken die in de nota ruimte landen. Waar die ook op die nationale programma's allemaal impact kunnen hebben. Het gaat ook heel erg over vertellen en verbeelden. Dus we benutten al die verschillende beelden allemaal om ook anderen mee te nemen. Een gesprek erover te kunnen hebben. En inzichten van anderen weer te kunnen benutten. We merken ook, we zijn ook nooit klaar. Dus we hebben op een gegeven moment een eindproduct. Maar het levert ook allemaal weer nieuwe vragen op. En we benutten dus heel veel verschillende soorten beelden. Dus ook niet alleen kaart. Heel veel verschillende soorten kaarten. Maar ook infographics, schema's, die tijdlijnen. Omdat die allemaal helpen in het vertellen van zo'n verhaal. Belangrijk aspect is ook data op orde. Je merkt ook eigenlijk overal. Dit weten we eigenlijk net niet goed genoeg. Hier zou je eigenlijk de informatie op deze manier moeten hebben om de goede antwoorden op te geven. Maar dat zal ook in jullie processen allemaal zitten. En we gebruiken heel erg ruimtelijk ontwerp als instrument. Dus het gaat echt over al die datalagen over elkaar. Maar het is echt een ontwerpstap om na te denken over die toekomst. Ja, dankjewel. Indrukwekkend wat mij betreft. De geschiedenis die Reinoud introduceerde, alle scenario's en aanverwante artikelen die Kerst introduceerde, die hebben jullie nodig om naar varianten te komen die ook een planweg kunnen doorstaan. Hè? Dan moet het best toetsbaar, noem ik het maar, controleerbaar zijn. Dus dat is nogal een soort spanningsboog, zeg maar, tussen globale, lange lijnen en behoorlijk wat precisie die jullie toch moeten aanbrengen. Ja. Ontzettend leuk dat je een soort kijkje in de keuken gaf in Mooi Nederland, ook richting de nota ruimte. Zijn er al één of twee vragen, opmerkingen voor Eli? Ik zie je voor eentje en ik zie het achter eentje. Nou, dat waren er al meteen twee. Geef ik jou eerst. Ja. Jan Duvers, gemeente Amsterdam. Ik zit nog even bij te komen van de rijkheid en de veelheid in dit verhaal, de snelheid waarmee je dat vertelt. Het lijkt heel leuk werk. Dat is waar. Zo ziet het er wel uit. Ik wil een vraag stellen over één aspect. En dat is de combinatie van het rekenen en tekenen. Ja. Ook bij ons in de gemeente hebben mensen heel goed kunnen tekenen. En ook mensen heel goed kunnen rekenen. Maar het zijn toch ook vaak nog wel twee hele verschillende werelden. Hè? Ja. Dat zijn die fieldstift mensen. Ja, die doen iets met computers. Hoe krijgen jullie dat nou bij elkaar? In één zo'n verhaal. Ja, maar dat zit denk ik ook heel erg in dat er steeds meer ontwerpbureaus zijn die combinatie in zich hebben. Dus die ook heel erg met al die GIS-data werken en die ontwerpstap kunnen maken. Dus we zitten en bij ons, want we hebben zelf ook GIS-mensen en wat ontwerpers. Dus we weten wel hoe het kan. Maar we werken heel veel met ontwerpbureaus omdat er gewoon niet genoeg capaciteit is. Maar er zijn echt veel ontwerpbureaus die stap ook maken van die combinatie. Ja. Daar ook zoeken. Ja.
Achterin nog een vraag of een opmerking? Ja, hoezo? Ik zou iets meer kunnen vertellen over de uitwerking van het proces hierna. Want ik denk dan aan de oude nota's ruimte. En dan, ja, daar had de overheid had macht. Had de regie in handen om iets te doen. Dat is allemaal gedecentraliseerd of geprivatiseerd. En het is fantastisch dat er plannen gemaakt worden. Maar in hoeverre is daar nog sturing op dat daar nog iets aan gaat gebeuren? Ja, dat is precies wat we nu, niet alleen met Mooi Nederland natuurlijk, maar met Nota Ruimte, maar ook wel heel erg met al die nationale programma's van de departementen, met wie we heel sterk samenwerken, ook aan deze toekomstbeelden, waardoor het niet alleen een ruimtelijk beeld wordt, maar ook weer teruggaat in de departementen die met water en bodem, die met mobiliteit bezig zijn. Dat is de enige manier waarop het kan gaan werken. Ja, en er beleid op maken en op gaan sturen. En dat zit er wel nu steeds meer in, hoor. Ja. Ik vind dit een hele mooie. Het woord regie, jij gebruikt het woord regie zelf ook. En jij refereert er in je vraag ook aan. Om die straks nog even, als we de mensen voor ook nog wat referenten hier vooraan hebben. Om daar even op terug te komen. Want dat is wel het meest gebruikte woord van het afgelopen jaar, volgens mij. Ook de vraag wat voor kabinet we nu gaan krijgen. Precies. Maar die ga ik wel proberen te onthouden. Dankjewel Eline voor nu. Graag gedaan. We hebben 3 referenten gevraagd om mee te luisteren. Zij gaan, nou, wat mij betreft, de belangrijkste punten vanuit hun eigen perspectief even met de zaal delen, zodat we die kunnen gebruiken voor een discussie zometeen. De eerste van de 3 is Nicky Brandt, TU Delft. Nicky, jij bent actief op het gebied van ruimte, water, risico. Dat is even mijn korte samenvatting, je doet wel meer dan dat. Maar vanuit jouw perspectief, wat valt je op? Kom maar even naar voren. Ja, in de buurt van de microfoon, dan kunnen mensen jou thuis ook horen. Wat is een aantal punten wat jou is opgevallen in een paar minuten? Nou, dat is voor alle 3 wat anders. En ik voor alle 3 ook een andere vraag. Want mijn interesses en mijn werk bestaan, ik ben geïnteresseerd in lange termijn verstedelijkingsprocessen en patronen. Ik ben geïnteresseerd in ruimtelijk beleid. En ik ben ook nog heel geïnteresseerd in kennisintegratie en hoe dat dan werkt. En daar maak ik dus ook beleid op. Voor onder andere de TU Delft. Wat mij bij Reinoud opviel. Ik was trouwens van alle 3 de sprekers erg onder de indruk. Ik vind het altijd erg geruststellend om hoe jij met het verleden bezig bent. En probeert het landschap in samenhang te begrijpen. Je bent echt een voorbeeld van wat nog een curiosity-driven researcher heet. Dus iemand die echt onderzoek doet om iets te begrijpen en dan daarna zegt, wereld, kijk maar of je daar nog iets mee kan. En jij, vind ik, verdiept ook wel behoorlijk in de methodes. De manier waarop jij kaarten maakt en gebruikt zijn heel bijzonder als onderzoeksmethode. Maar daar voeg je dus nu ook aan toe de kaarten en de wandeling, waarbij opviel dat bij één landschap ook het weer een rol speelde, de winterwandeling. Dus ik was bij jou eigenlijk wel heel erg benieuwd als jij probeert vanuit die verschillende methodes het landschap in samenhang te begrijpen, hoe die elkaar dan versterken of juist niet. Want er zijn hele andere manieren om kennis binnen te laten komen en een plek te geven om dat landschap te begrijpen. En wat mij ook altijd opviel, vroeger zei jij ook altijd, wanneer ik zei, ja, wat gaan we er dan mee doen met deze kennis? Dan zei je, ja, dat leidt af van de inhoud. Als we nu al gaan nadenken wat we met die kennis moeten. En nu sluit jij gewoon af met te zeggen, hè, om te benutten voor de toekomstige inrichting van Nederland. Dus dat was wel, vond ik, een paradigma verandering in de carrière van de heer Rutte. Dat viel me op. We spreken 2, bij Kersten. Dat vond ik was voor mij cognitief best zwaar om dat bij te houden. Je haalde er heel veel dingen bij. En ik merkte dat ik aan het einde eigenlijk nog steeds de methode niet goed begreep waarmee jullie de perspectieven hadden gemaakt. En ja, misschien ligt dat aan mij. Heb ik het toch niet goed gelezen. Maar ik begreep dat jullie dus ook een combinatie maakten van modelleren met ontwerpend onderzoek. Ik was ook erg geboeid door de 4 hoofdthema's die jullie gebruikt hebben om de toekomst van Nederland te verkennen, zoals mondiaal ondernemend. Toen dacht ik, ja, hoe werkt dat dan? Wat voor soort patronen krijg je dan? En hoe modelleer je dat? Waar haal je de data vandaan?
mijn hoofd ontplofte. En dat gebeurde eigenlijk ook een beetje met groen. Dat kon ik me nog goed voorstellen hoe dat werkte. Maar ja, ook met bijvoorbeeld het lokale uit de regio halen, dat begrijp ik nog steeds niet. Dus misschien kun je dat nog een keer uitleggen. Maar het meest geïnteresseerd ben ik eigenlijk in de combinatie. Dat we modelleren, maar we doen ook ontwerpend onderzoek. We gebruiken kaarten als boundary crossing object om samen tot iets te komen. En nou, dat doen wij graag en veel op de TU Delft. Wat niet wil zeggen dat we doorgrond hebben hoe het nu precies werkt. Maar wat mij opvalt, eigenlijk is het mooie aan zo'n co-creatiemethode, dat je dus ook nog wel eens totaal van je pad geslagen kunt worden als onderzoeker. Dat je denkt, ik dacht dat ik alle data had. Ik dacht dat ik wist waar ik mee bezig was. En dan komen er een paar stakeholders en dan blijkt je iets over het hoofd te hebben gezien. Dus hoe ga je nou mee met, ja, hoe ga je om met die ontwrichtende mogelijke werking van die co-creatieprocessen? Dat is de vraag die ik eigenlijk aan jou wilde stellen. En als je dan nog wat ruimte over hebt. Ik vind met modelleren altijd, dat doen we ook graag op TU Delft. Modelleren is prachtig, maar ambachtelijk onderzoek is ook prachtig. Zoals het kaartonderzoek. Want ik ben zelf altijd wel een beetje bang voor een soort intellectuele luiheid. Dat je zegt, ik doe het nu in de computer en dan razzle-dazzle. Dan komt er iets uit en dit is het dan. En ik heb zelf dan de neiging om dan maar te gaan zitten. Dat ik denk, nou laat maar. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Nou, dan Eileen. Als ik bijzonder van onder de indruk. Ook het enorme tempo waar je door de methodes heen ging die jullie hebben gebruikt. Ik zag ook heel veel herkenbare dingen die wij ook niet al te lang geleden bij TU Delft met Redesigning Deltas nog deden. Met ontwerpbureaus uit de praktijk. Rekenen, tekenen, oplossingsrichtingen, convergentie, divergentie. Eerst allerlei dingen. Zou dit het probleem kunnen zijn? En dan naar verschillende oplossingsrichtingen en die uitwerken. Maar wat daar, mijn ervaring, het is eigenlijk een soort collectieve versneller. Je probeert je collectieve denken als groep vooruit te helpen in de hoop dat je dan uiteindelijk samen tot een richting komt waarvan je vindt, dit is hem echt. Deze gaan we proberen te begrijpen. Maar er zijn twee dingen waar wij altijd tegenaan lopen. Dus ik ben benieuwd of het bij jullie ook zo is. De een is dat het toch wel een heel sterke rolverdeling ook vraagt van de ontwerpers die het uitvoeren en het proces leiden. En de mensen die hun kennis als stakeholder of expert inbrengen. En die taakverdeling, dat kan soms wel eens verwarrend zijn. Ook voor de ontwerper zelf, die eigenlijk een enorme verantwoordelijkheid ineens heeft om al die processen met elkaar in verband te brengen. Zie je dat ook zo, die collectieve versneller? En zie je ook die spanning op de rol van onze ontwerpers? Dankjewel, Nicky. Ik wil jullie vragen om even de vraag te onthouden. Want dan hebben we, ook uit het oog op de tijd, de mogelijkheid misschien om wat synergie tussen de vragen van de andere twee te krijgen. Misschien zit er wel overlap, misschien ook niet. En dan wordt het voor jullie nog ingewikkelder. En dan komen we daarna maar naar voren en gaan we het gesprek voeren. Dus dankjewel, Nick. Ja, het gaat maar even. Dus zo meteen vraag ik jullie weer naar voren. Er zit een volgorde in. Frank Smit, ja. Architectuurhistoricus, hoogleraar geschiedenis van architectuur en de leefomgeving, als ik me niet vergis, bij de VU, Vrije Universiteit Amsterdam. Wat viel jou op vanuit jouw perspectief als architectuurhistoricus? Ja, dankjewel. Heel leuk dat ik hier iets mag zeggen. Ik ga geen vragen stellen. Dus jullie hoeven geen vragen van mij erbij te onthouden. Ik ben van de geschiedenis van de architectuur en de leefomgeving. Een leefomgeving is een begrip dat heel erg leeft. Hè. We vatten het op als milieu, als environment, als alle mogelijke andere dingen. Maar ik koppel het vooral aan alles wat met het nederzetten van de mens te maken heeft in het verleden. Wat me opviel in ieder geval is dat ik ben opgeleid ooit als kunsthistoricus. Dus dat betekent, ik heb ongelooflijk veel gezichten gezien. Ik heb heel veel portretten gezien. En steeds van dat kleine landje aan de zee. Dat zijn allemaal kaartbeelden, maar eigenlijk zijn het ook gezichten. Tenminste, zo benader je dat soms vanuit de kunstgeschiedenis. Je kijkt naar een abstract kunstwerk. In het begin werd gezegd, David, je had het hele boek gelezen. Dat heb ik ook gedaan natuurlijk, want Reinoud bracht het mee. En de lezen, ja, dan kan je iets uit hebben, maar als je de kaarten probeert te snappen, dan ben je eigenlijk nooit klaar. Er is zo ontzettend veel alleen al in één kaart te vinden. En dat valt me op
Ik denk dat we 600 keer ongeveer een gezichtje van Nederland hebben zien langskomen in deze presentatie. Ja, denk ik. Dat is nogal wat. Alle data, alle feiten, alle opinies die daar aan vastzitten, dat maakt het wel veel om te verorberen en daar ook iets mee te kunnen. Maar ik wilde toch even kort iets zeggen in de 2 minuten die ik nog heb. En dat gaat ook over een woord dat heeft... Ik ben historicus, dus eigenlijk weet ik alleen iets van het verleden. Ik pretendeer niet iets van de toekomst te weten. Maar ik heb wel een beetje moeite met het woord toekomstbestendig. Omdat we dan ervan uitgaan dat we iets echt kunnen richten, bepalen en daarmee ook zekerheid hebben over wat het gaat worden. Dus dat lijkt me een beetje lastig. Hè? We kunnen natuurlijk wel heel goed proberen te anticiperen op wat er precies gaat plaatsvinden. Maar ik wil toch nog even terug, omdat ik historicus ben, en even een reactie geven op wat Reinoud, waar hij mee afsluit. Dat 2000 jaar inrichting, dynamiek, constante en veranderingen. En jouw verzoek, graag de gelaagdheid van het cultuurlandschap, stedenbouw en architectuur in onderlinge samenhang te benutten voor de ruimtelijke ordening in de toekomst. Nou, daar ben ik het eigenlijk heel erg mee eens. Ik heb een aantal van de stukken die vandaag al even gepresenteerd zijn, gewoon ook even nagelezen op wat er over geschiedenis en verleden in staat. En ik moet zeggen dat ik daar een klein beetje van schrok. Omdat we hebben denk ik 2000 jaar ruimtelijke ontwikkeling. Die gelaagdheid kennen we allemaal heel erg goed. En toch had ik het gevoel dat daarin eigenlijk de gebouwde omgeving, de gebouwde en ontworpen omgeving zoals we die nu hebben, niet per se het uitgangspunt is. Terwijl ik denk dat het heel belangrijk is om daar voorzichtig mee om te gaan. Omdat dat is waar we allemaal onze identiteit aan ontlenen, waar we dus eigenlijk van houden. En daarom worden we bijna sentimenteel als we een kaart van Nederland op het scherm zien. En dat moeten we niet vergeten. Gisteren in de krant stond er nog een stukje van een oud student. Die reageerde op een bericht van een van onze bekende architecten onlangs. En er gebeurt ontzettend veel als je alleen al denkt even aan het verplaatsen van een kleine groep bewoners naar een andere woning. En zeker als dat gaat door het opheffen van sociale huurwoningen en dergelijke. Alleen de impact van zoiets kleins al. En dan hebben we het natuurlijk hier over hele grote ontwikkelingen. En ik denk niet dat we dat moeten vergeten. Dus dat het hier heel erg gaat om een leefomgeving die historisch gelaagd is, waar de mensen ongelooflijk aan gehecht zijn. En elke verandering die we daarin aanbrengen, die heeft consequenties ook voor de binding met die omgeving, de identiteit en het je thuis voelen. Nou, misschien moet ik daar even bij laten. Ja, helder punt. Dank je wel. Ik heb misschien geen vraag aan de spreker, maar toch wel een punt om even op te kouwen en misschien op te reageren, want dat laat ik aan doen. Rienke Rond, CRA, secretaris ben jij van het College van Rijksadviseurs. Zeker. Ja, jullie zitten ook als een soort van kennisontwerpinstelling, anders dan het PBL, maar toch dicht op het beleid ook, maar ook met afstand tot het beleid, een kritische afstand. Wat viel jou op? Enorme rijkheid aan die verhalen. Ik was ook even overspoeld door het einde van Eline, dat ik eigenlijk dacht, oh, het is zoveel, hoe krijgen we het allemaal bij elkaar? Ik heb wel een reflectie, maar niet voor jullie alle drie afzonderlijk of zo. Een vraag. Ik dacht te beginnen nadenken over kaarten. Het is fascinerend en het is mooi. Het is ook wel, je ziet hoe vol die zaal zit. En je merkt het ook gewoon met mensen die eigenlijk helemaal niet met kaarten werken, hoe die meteen toch gegrepen worden door kaarten. En dat, ik ben ook echt heel blij dat dit, dat we dit weer organiseren. En ja, dat het eigenlijk inderdaad terug is. Want het maakt het ook concreet. En dat viel me ook wel op het moment dat je gaat verhalen gaat schrijven vanuit verschillende perspectieven. Hè, dan maak ik maar even meteen, haal ik hem naar een mooi de RO-brief. Dan kan je eigenlijk best wel veel naast elkaar opschrijven, wat allemaal belangrijk is. Maar op het moment dat je het dan op een kaart moet zetten, dan komt het echt naar boven hoe ongelooflijk ingewikkeld het is. En
dat is dus echt een enorm hulpmiddel ook in het maken van het beleid. Want het schrijven van verschillende departementale stukken is ook al moeilijk. Maar het bij elkaar brengen, wat in de nota ruimte gaat gebeuren. Hè? Succes ermee. Maar daar is het, dat is echt heel moeilijk. En dan merk je ook dat die kaarten dus ook het meest gevoelig zijn. En dat is dus ook, het is ook een vak, het kaartmaken. Dat is een van de andere noties die ik had. Een van de sprekers die noemde het ook. Ik denk dat jij het was. Maar het vraagt ook precisie en het vraagt tijd. En daarmee vraagt het ook geld. En als je er te lichtzinnig mee omgaat. Hè, je denkt, ik schrijf even wat, ik plot even wat gisdata op een kaartje. Dan sla je echt heel vaak de plank mis. Dat stikstofkaartje is bijvoorbeeld een heel berucht voorbeeld. Het is niet natuurlijk alleen maar gisdata. Maar het is wel te lichtzinnig eigenlijk naar buiten gebracht. Waardoor je eigenlijk ook merkt dat je best veel kapot maakt en in het veld, in de inhoud, hè, in het beleidsveld, in discussie tussen landbouw en de natuur, maar eigenlijk ook voor het vak kaart te maken. En dat is eigenlijk iets wat bij mij ook wel bleef hangen, dat ik merk dat er dus nu ook een soort van terughoudendheid zit in, we durven eigenlijk niet meer zo heel goed kaarten te maken, want het kan gaan ontploffen. En dat vind ik echt heel jammer. Hopelijk dat dit symposium daar ook een beetje aan bijdraagt. Ik had een paar dingen eigenlijk al van tevoren opgeschreven, want ik dacht, waar moet ik aan denken als ik het over kaarten heb? En het gaat ook over, je legenda is eigenlijk je vocabulaire, daar werk je eigenlijk mee. Met je legenda kan je dus hele verschillende dingen eruit lichten. En een van de kaarten, die heeft Eline niet laten zien, maar ik hoorde het van Wouter Veldhuis, dat er bij een van die verkenningen van die landbouw, dat er dan op een gegeven moment ook een kaart gemaakt is waarin je eigenlijk alleen maar de landbouwgebieden laat zien. En de rest is wit. En daarmee krijg je eigenlijk zo'n eigenlijk ander perspectief van hoe je naar Nederland kijkt, dat het onmiddellijk aan het denken zet. En zo zijn we ook misschien in onze opleidingen opgegroeid met ruimtemassakaarten, die ook een hele andere blik eigenlijk op de werkelijkheid hebben. En dan is het is heel waardevol, vind ik, om op die manier ook even andere perspectieven in zo'n kaart naar voren te laten komen. Net zoals dat je bijvoorbeeld ook met andere materialen ook weer een hele andere blik kan brengen. Nou, in het provinciehuis van Noord-Brabant hangt zo'n tapijt met de kaart van Brabant. Dat is ook zo'n mooi voorbeeld. Dat het is eigenlijk maar een kaart. Hè, die heb je misschien ook wel eens op papier gezien, maar doordat die is geweven, ga je ervoor staan en trekt het je aandacht en zet het je aan het denken. De oriëntatie van een kaart is ook iets wat enorm van impact is over hoe je het beleeft. Hè. Draai de kaart een slag. Ja, dat zat ook in jouw presentatie volgens mij. In die van jou, sorry. Dat is natuurlijk. Of draai de kaart van Nederland een kwart slag en kijk hoe we in die delta liggen. Dat besef in één keer pas echt binnenkomt van hoe al het water uit Europa naar ons toe komt. Nou, dat vind ik een hele leuke. En Eline noemde het ook al, want combineren met heel veel andere manieren van verbeelden. Dus het is niet alleen maar een kaart, maar het gaat ook over collages, verbeeldingen, foto's, wandelingen, podcasts. En dat hele scala aan verbeeldingen, dat draagt eigenlijk bij aan het verduidelijken van de opgave. En ik wil eigenlijk afsluiten met een paar, dilemma's is misschien een heel groot woord, maar je hebt heel veel niet-ruimtelijke dingen die wel ruimtelijke impact hebben. En dat is volgens mij waar de grote zoektocht nog wel voor staat. Bijvoorbeeld circulaire economie is er zo eentje. Er zijn er natuurlijk veel meer. Maar daarmee bestuurlijke dingen. Dus daaraan, en gezondheid is natuurlijk eigenlijk ook een. Hè? Dus er zijn wel wat technische aspecten van gezondheid die we wel op kaart kunnen zetten. Hè? Zoals hinderzones en belemmeringen en zones rondom een stal. Dat zijn dan echt wel concrete dingen waarvan ik denk, daar maken we hem ruimtelijk. Maar het welzijnsverhaal van de gezondheid, dat is gewoon heel moeilijk op kaart te vatten. Ja. Terwijl dat, als je beleid gaat maken, want daar zitten we ook wel een beetje hiervoor, dat zijn natuurlijk wel hele essentiële dingen. En het tweede ding wat ik wil meegeven is hoe maak je eigenlijk dat het ook iets adaptiefs uitstraalt nog? Of iets niet veranderlijks. Dus kaarten zijn natuurlijk vaak heel hard. En als je wil laten zien dat het een fase is, dan krijg je vaak kaarten met pijlen en zo. Maar kunnen we ook een kaart maken die uitstraalt dat het niet de definitieve toestand is, maar wel een tussenfase is. Nou, daar wou ik hem even bij laten. Dankjewel. Opnieuw ontzettend interessante punten. Applaus.
Een vraag, een opmerking en dilemma's als ik het optel. Mag ik jullie alle zes naar voren vragen? En ook meteen, maar dat is een technische reden, een beetje hier in de buurt. Want dan kunnen de mensen online ons nog steeds volgen. En het liefst niet te veel door elkaar praten, want dat is moeilijk voor mensen online. En dan ga ik even kijken waar ik ga staan. Ik heb eigenlijk geen idee. Ja, geef even gewoon jullie de gelegenheid. Pak er even een vraag of opmerking uit waarop je wil reageren. En dan pak ik mij even volgorde, Reinoud. Ik wil graag synthetisch reageren. Heel erg bedankt voor jullie commentaren. Ik vond het heel inspirerend, ben ik heel blij mee. En al tijdens jullie praten viel mij in, geïnspireerd door de vragen van Nicky Brandt. Wat mij betreft is het thema nu geworden deze middag niet de kracht van de kaart, maar de toekomst van onze leefomgeving. Het gaat om de leefomgeving. En al die punten die genoemd zijn, komen volgens mij samen. Ik ben alleen geïnteresseerd in kaarten als hulpmiddel, als instrument om die leefomgeving te doorgronden, te begrijpen. En dat kan op allerlei manieren. Dat kan dus als je historisch onderzoek doet, zoals ik benadruk heb, dat je allerlei materialen samen kan brengen. En dat het ook een instrument is om met verschillende onderzoekers uit verschillende disciplines te kunnen praten. Als middel om elkaar te verstaan. En dat geldt net zo voor het heden en de toekomst volgens mij. Dat hebben jullie ook op de gasten gezien. Je kunt praten rondom een kaart zittend en kijkend. Maar nogmaals, het is alleen maar een hulpmiddel om de leefomgeving te doorgronden, te begrijpen en voor de toekomst te kunnen ontwikkelen. En het volgende punt wat daar dan bij komt, is ook geïnspireerd door de opmerking van Nicky Brandt, met het winterlandschap en het er doorheen fietsen, het beleven, om dat een beetje trendy woord maar te gebruiken. Dat is ook wat mij de laatste jaren steeds meer bezighoudt. Dat je, als je er doorheen fietst, dan worden eigenlijk alle zintuigen geprikkeld. Op allerlei manieren. Je ziet het, je voelt het, je ruikt het. En dan kom je ineens ook aan dingen als milieu en gezondheid. En dat wil je proberen te begrijpen. Dat wil je proberen te typeren. En een ander ding waardoor ik mij opeens... Kijk, ik zeg altijd als ik ingewikkelde vragen over de toekomst... krijg. Gelukkig ben ik een historicus, dan hoef ik mij daar niet mee bezig te houden. Ik probeer het wel voor de mensen die ermee bezig zijn. Je lijkt spreekt niet wel. En probeer dingen aan te reiken. Dat is echt ook de bedoeling van dat boek, de historische atlas van Nederland. Ik hoop dat je daar iets mee kan. Hè? Dat een schatkist is waarmee je aan de gang kunt. En waarmee je een richting kunt vinden. En ik voel de laatste jaren, en dat komt volgens mij ook echt omdat het nationale planningsbeleid overboord is gegooid, wat ik heel erg dom vind. En ik geloof dat inmiddels bijna iedereen ervan overtuigd is, ook de uiteenlopende politieke partijen, dat er weer nationaal beleid moet komen. Daar ben ik ook blij om, dat dat besef is doorgedrongen. Ja, ik heb daar dus het antwoord niet op. Ik kan alleen maar informatie aandragen. En daar wil ik dus heel erg benadrukken. Ga uit van het bestaande. En ga niet ergens ver weg zomaar allerlei nieuwe dingen bedenken. Want ja, het is natuurlijk ook het meest duurzaam. Dat heeft Freek Smit ook al eerder in een ander verband opgemerkt. Om aan de slag te gaan met wat je hebt. Want als je heel erg gaat veranderen. Nou, als er iets niet duurzaam is, dan is het natuurlijk dat. Dat je ons land gaat verbouwen, zoals het hoogbouw genoemd wordt. Ik bedoel, hoop ik wel geleerd van de wederopbouw, dat daardoor ook heel veel mis is gegaan door die grote verbouwing of van de ruilverkaveling. Goed, daar wil ik het even bij aan. Kersten, wij hebben kaart gemaakt voor de toekomst in de ruimtelijke verkenning als PBL. In hoeverre zat dat bestaande, de historische gelaagdheid, de huidige situatie, in hoeverre zat die daarin als uitgangspunt van Fred Smit voor de toekomst? Ja, ook, het zit heel erg ook in die ruimtelijke modellering bij de kaarten van natuur en landbouw van Wageningen. Zij gebruiken de landschappelijke bodemkaart als basis. Hè, als basisinformatiebron om te kijken wat zijn van de natuurperspectief de beste plekken om natuurgebieden uit te breiden. Dus dat zit een beetje in de modellering al ingebouwd. En ook bij de ruimtescanner zit gewoon bestaand bebouwd gebied zit erin. Scanner is dan een model wat dan zoekt naar plekken in de stad en ook om de stad heen, gebaseerd op het verleden. Dus dat berekenmodel en daar zitten ook restrictiekaarten in. Maar op zich de bestaande stad zit daarin, maar natuurlijk met alle beperkingen van een soort computermodel. Wat
geen context heeft. Kwantitatief en niet kwalitatief. Ja, alleen kwantitatief. Ja. Ja, en dat is wel ook een uitdaging, ook als je op een hoogschaalniveau nationaal bezig bent, om inderdaad die verschillende, kwalitatief moet je echt naar de plek gaan. En we hebben twee regionale ateliers georganiseerd en dan kom je eigenlijk meer in de buurt van waar je echt gaat naar de plek kijken. En dan kijk ik, als je verbinden met jouw vraag, want daar hebben we ook de informatie uit de ruimtelijke modellering meegenomen, waar dat plekken geprojecteerd staan vanuit het computermodel. En dan ga je daar zo met een ontwerpende blik naar kijken. En dan denk je, ja, dat zijn ook rare plekken. En dan soms kom je ook achter, ja, dat klopt ook iets misschien in het model niet. Of, dus dan kan je nog in het model spelen. Maar of je gaat dan handmatig andere dingen schetsen. En dan eigenlijk zo gebruik je de informatie uit de modellering. Met een ontwerpende blik en ook vanuit verschillende perspectieven. Iemand die met natuur, ruimte, mobiliteit bezig is. Op dit beeld reflecteren. Ja. Dus dan is de kaart een soort conversation piece om het gesprek over de leefomgeving, punt van Reinhard, hè, om dat verder te brengen. Het is een middel om een ander doel te bereiken. Ja. Of een reality check. Ook dat komt een combinatie. Maar het is wel fijn als je een soort basis hebt om mee te werken. Want als je inderdaad met een leefkaart begint, dan ja. Ja, dan, wat het mooie aan de modellering is, dat je zo kwantitatief heb je wel een vat op een programma. Hè? Dat dan zoals modelleringskaart zit, dan natuurlijk een programma van IJzer. Je weet, dat uit van 100.000 woningen in dit gebied. En dat wordt op verschillende manieren wordt het verdeeld. En dan weet je, kwantitatief klopt het. Ja, en je weet ook, dus het is nog maar een model. Hè? Maar disciplineert wel. Zeg maar. Ja. De gemakkelijke uitwegen worden dan afgesloten. Je moet wel 100.000 woningen bij wijze van spreken dan wegzetten. Ja. Ja. Elien, Reinhard sprak jou indirect ook wel aan. De regie op de ruimtelijke ordening. Het woord regie gebruikt jij zelf al, zoals ik net zei. In jouw verhaal noemde je even dat je met alle departementen aan tafel zit. Ja. Daar heb ik dat van dichtbij af en toe zelf ook mogen meemaken. Het is een plek van een opbouwend proces. Hoe gaat dat op dit moment bij de Rijksoverheid, met die departementen, met die kaart op tafel? Wat doen kaarten dan in de interactie? Ja, dus het helpt heel erg, maar wel in een veilige ruimte. Dus we zetten heel veel dingen op kaart, die we nu op kaart kunnen zetten, omdat we zeggen, ja, we hebben met elkaar dat gesprek, maar nog niet even naar buiten. En alleen dan werkt het eigenlijk nu. Maar dat biedt wel nu de kans om alles op kaart te kunnen zetten en om daar het gesprek over te zetten. Want anders hadden we dat niet gemogen. Ja. En dan ga je meteen al hebben over, mag dit wel op kaart, want anders. En dat gesprek hebben we nu eigenlijk niet, omdat we het even besloten houden. Ja. En dat gesprek hebben we dan dus nu op alle niveaus. Want dat wat ik net vertelde, inclusief alle inzichten die we er nu uithalen, leggen we ook bij de ministers bij elkaar neer als groep. Zodat zij ook over dit als inhoud en waar zou je naartoe willen het gesprek hebben. Zonder meteen deze besluiten moeten we nemen en dit beleid moeten we dus maken. Maar echt even de blik op de toekomst. En hoe vinden we elkaar dan daar eigenlijk? Ja. Maar door het nu. En dan komt straks, want je merkt nu steeds meer in die NOVEX-processen met de provincies. We hebben natuurlijk ergens opgeschreven, we doen stel dat verkenningen. Dus die vragen ook steeds meer, hoe kan ons dat nou helpen in op provinciaal niveau ook weer die blik op de toekomst. Dus het is nu even besloten om die ruimte te hebben. Maar we moeten ook na gaan denken over hoe gaan we dit ook meer nog breder weer daarna doen. Ja, jullie werken dus ook door de, zeg maar, verticaal door de schalen heen, door de bestuurslagen heen. Nou hebben wij toevallig hier Erik Buursink zitten op de eerste rij. Jij bent inhoudelijk coördinator van de nota ruimte bij Binnenlandse Zaken. Jij moet straks één nota maken. Hè? Elien werkt nog in varianten. Hoe gaat dat op dit moment? Kun je daar iets... Ja, zeker. Ook voor de kijkers thuis weer in de buurt van de microfoon. Ja, dat is natuurlijk een hell of a job. Dat hoef ik gelukkig niet alleen te doen. Dat doe ik onder andere met Elien. Ja. Die kaarten, dat gaat een hele centrale rol innemen in die nota. En dus we gaan geen pamflet maken over de toekomst van Nederland. We gaan regie voeren en daar heb je ook een instrument voor nodig. En die nota ruimte is de nieuwe nationale omgevingsvisie, dat is het instrument. En binnen het instrument, daar gaan we ook kaarten maken. En ik heb vanochtend nog even nageteld, want ik ben bezig met een plan van aanpak voor de nationale ruimtelijke hoofdstructuur. Daar gaan wij samen aan trekken.
En dat zijn 32 kaarten alleen voor de notenruimte. Zover weet ik nu. Ik kan nog wat bijkomen. En dat is natuurlijk een visiekaart. Daar hebben we net een paar hele mooie voorbeelden van gezien. Zo'n visiekaart moet dan passen bij de opgave waar je voor staat, rol van het Rijk. En vervolgens moeten er eindeloos kaarten over sectorale onderwerpen gemaakt worden. Een hoofdstructuur voor zorg, een hoofdstructuur voor verstedelijking, voor mobiliteit, voor het landelijk gebied, voor natuur. En die moeten allemaal op elkaar passen. Ja. En we krijgen nu ongelooflijk veel input uit allerlei processen. Onder andere is dat steldagverkenningen. Uit de NOVEX komt straks heel veel. En dat kun je op elkaar stapelen, maar dan ben je er nog niet. Ja. He, dus de grote greep straks wordt, hoe maak je nou een ruimtelijk ontwerp? En dat is eigenlijk toch, jij bent het Reen nou blij dat je het niet hoeft te doen, maar dat vind ik nou net, ik ben heel opgeleid als historicus. Ik vind het ongelooflijk voorrecht om juist die betrokken te zijn bij die creatieve greep. Dat je je data op orde hebt, dat je inzicht hebt in de oplossingen. En dat er dan in één keer ruimtelijke interventies eigenlijk in beeld komen. Dingen, oplossingen die je nog niet eerder gezien had. Ja. Echt structurerende keuzes. En die moeten dan in die nota gaan landen in samenhang. Maar ja, we hebben daar nu een half jaar geloof ik voor. Dus dat wordt echt een ongelofelijke klus. Ja. Ik ben blij dat je nog lacht. Ja. opmerkingen, vragen aan de aanleiding van de antwoorden weer op de vragen van de referenten. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar eigenlijk geldt het voor alle onderwerpen. Rienke zei even. Bij een kaart is altijd de legenda belangrijk, want daar gaat het in feite over. Wat moet er nou gezien worden op die kaart, wat moet gelezen worden? Bij het kijken naar de ruimtelijke verkenningen, maar wel vaker, maar specifiek toen ik kijk naar de ruimtelijke verkenningen, dacht ik eigenlijk, kijkende naar de legenda-eenheden, is dit nou nog wel van deze tijd? Die legenda-eenheden zijn heel sturend en dan zie je legenda-eenheden als natuur. Landbouw, wonen, 34 woningen per hectare of zoiets, of 70 woningen per hectare. Maar dat is allemaal, als je kijkt naar de inrichtingsprincipes van de NOVI en straks ook de nota ruimte, waar we praten over multifunctionaliteit en waar we praten in de wetgeving over functies straks. Ja. Maar multifunctie, hoe gaan we dat doen en hoe ga je daar aan rekenen en moeten we niet nadenken over, het is heel anders dan die klassieke legenda. Ja, goede vraag. Ik herhaal hem even voor de mensen thuis. Zijn de traditionele legenda-eenheden, zoals die ook in de verkenningen zitten, heel op zijn plek op dit moment als je het over de toekomst hebt? En ik stel hem maar even aan Kirsten. Ja, dankjewel. Heel goede vraag. En daar hebben we ook over nagedacht. En eigenlijk in het proces hebben we gedacht, we beginnen gewoon met de klassieke en dachten dan kijken we of we tot een agenda inheen kunnen komen die in dat verbindingen leggen, zoals multifunctionele. Maar dat was wel nog lastig op zo'n nationale schaalniveau. En vaak was dat die combinaties toch in een gebouw, een hub die dan een mobiliteitshub en een circulaire hub is. Dat was toch nog een stap te ver voor ons. Omdat, en het was zo al heel complex met de kaart lagen en de mensen die daarbij betrokken waren. Dus het was wel, in het begin was het ambitie die we hadden, maar daar zijn we nog niet aan toegekomen. Landbouw zag ik landbouw en extensieve landbouw of natuurinclusieve landbouw. Ja. Dat spreekt me dan natuurlijk wel aan vanuit het ministerie van Landbouw, maar ik vermoed dat op weg gaan naar 50, 20 groen. Ja. En hoe ga je dat dan brengen? Maar dat is die balans ook want de kaarten zijn nu al heel erg complex. Voor de meeste mensen. Dus dat is ook die balans tussen inderdaad die informatie die in de staat en ook nog een bepaalde leesbaarheid. En ook, want we hadden ook misschien iets met hoogteligging kunnen doen. We hebben nagedacht verschillende cultuurlandschappen, maar met vijf thema's over elkaar heen is het wordt dan heel erg complex. Ja, leesbaarheid werd ook al in de praatjes genoemd, hè. De leesbaarheid is wel die heeft grenzen, zeg maar. Ik hoop wel dat wij in de tournee met mensen aan tafel, met die kaart op tafel, dit soort nieuwe combinaties zouden kunnen bespreken, of ontdekken, of ontwikkelen. Misschien is dat een aanmoediging om wel daarop door te pakken nog. Zeker. De tournee die we maken. Een goede vraag. Ik kijk even. Ik ben benieuwd, we hebben heel veel woord over de kracht van de kaart en hoe het partijen bij elkaar kan brengen. Dat het eigenlijk is niet van gesprekstafels, waar dan een kaart op de tafel ligt.
Maar wordt er ook nagedacht of onderzoek gedaan naar hoe je de kaart echt als een procesinstrument kunt inzetten. Dus waar de kaart er is, of wat de kaart laat zien. En hoe je daar juist gesprekken over en hoe doe je dat nou verkeerd in de doel? Dat we in het kijken om daar ook naar te doen, misschien uitspraken over hoe je dat het proces niet kunt inzetten. Niet alleen het proces om de kaart te komen, maar ook wat je daarna naar lijkt te doen, hoe je dat op elkaar kan zetten. Ja, ik herhaal hem weer even voor de mensen thuis. Dus de kaart als procesinstrument, niet alleen tijdens het maken, maar ook om het gesprek te voeren, in beleidsprocessen noem ik het maar even. Wie wil daarop reageren? Want jullie hebben daar allemaal mee te maken. Ik zie Rinko knikken. Bij de CRA zijn jullie ook on tour geweest of doen jullie nog steeds in het land allerlei dingen? Hoe doen jullie dat? Dat is wel grappig dat je het zegt, maar met het vorige CRA hebben we toen een Panorama Nederland gemaakt. Ja. Hebben we ook daarmee geworsteld, net van moeten we het nou op kaart zetten? Eigenlijk precies wat ik net, de dilemma's die ik net schetste. En toen hebben we daar toen bewust voor gekozen om in die fase niet een kaart te maken, maar echt een beeld te schetsen. Wat gewoon prikkelt en aan het denken zet. En dan ga je inderdaad, dan gebruik je dat als gesprekstoel om mee in het land. We hebben bij nieuwe waterschapsbestuurs gezeten, provincies, en bewonersverenigingen, gemeenten. En dat werkt wel heel goed, omdat je ze dus, doordat je ze even boven hun eigen discipline laat uitstijgen en dan laat zien hoe het allemaal bij elkaar hoort. En dan wordt daarna een opmerking van een hak in het zand opmerking over van ja, maar mijn bedrijf dit of zo, wordt dan eigenlijk meteen best wel futiel, dan maak ik het heel klein. Maar je ziet het dan in perspectief, doordat je alle onderwerpen bij elkaar in beeld hebt gebracht. Dus op die manier zou een kaart, dan gaat het over panorama, maar op zo'n manier zou een proceskaart eigenlijk ook moeten werken. Dat je de gelaagdheid laat zien en daar dan het gesprek over voert. Hetzelfde geldt ook voor interdisciplinair wetenschapbedrijven. Mm-hmm. Want nu is de kaart inderdaad een scannend procesinstrument voor publieke besluitvormingsprocessen, is natuurlijk een middel. Maar eigenlijk geldt het dus ook voor het gezamenlijk wetenschappersonderzoek. Alleen ik merk dat wij zijn eigenlijk nog wel heel erg op zoek naar hoe we dat op een volwassen manier steeds kunnen herhalen. Want ook als je wat eigenlijk in dat stuk zag van. Ik ben het even kwijt, maar onze Pina uit Utrecht Maarten Haaier. Waar dan eigenlijk een oproep wordt gedaan van waarom doen we niet meer met ruimtelijk ontwerp en bestuurlijke concepten. Maar wij kennen nog geen ruimtelijke verbeelding van bestuurlijke concepten. En eigenlijk kun je zo'n kaart ook zien als een soort stapje in een soort kennisketen. Maar dat stapje van dan dat ruimtelijk ontwerp naar iemand die dan er volgens onderzoek gaat doen naar hetgene, de vraag die wordt gesteld. Door het op, dat hebben wij nog niet in de vinger. Het zou wel fijn zijn. Ja. Ja, onderzoeksagenda hebben we hiermee plaatsen. Ja. Ik wil nog een paar mensen de kans geven. Wil je nog wat zeggen? Ja, misschien kort, want we hebben inderdaad ervaring. Dat is 6 middelen. Ook 10 jaar geleden bij Opoos, maar we hebben ook met zo'n map tables gewerkt. Digitaal, waar ik verschillende kaartwagen aan de uitgang zet. Het heeft op zich ook goed gewerkt in gebieden. De provincie heeft ook zo'n digitale maptable aangezet, maar ik denk 2 jaar later dan niet in de kelder gebleven. Misschien nog te complex om ermee te werken. En wij zien wel ook, wij doen het heel graag nog op papier. Dat is inderdaad een grote aanloopplot, dat doen we niet vaak in die on-tour. Een week geleden hebben we de provincie Kleverland een aantal ontwerpbureaus. En ja, dat is toch. Goed gebeurt en iets ook los geschetst en maar dat ook echt nog een papier, maar misschien ook nog een keer een boek in handen, werkt beter dan een soort digitale tafels. Daar waren we misschien wel soms complex te bedienen, hoewel dat realiteit van het stuk eenvoudig is. Maar ik heb hem ook ooit een keer gebruikt in een spaart en het mooie daarvan was, zo'n besproken nodig om iets te bedienen. We hadden het net over multifunctionaliteit. Nou, dat kun je dus met touchscreen. Ja. Dus enorm goed, want je kunt gewoon de lagen echt over elkaar schuiven. Dus er zijn wel dingen waar het wel matcht of niet matcht. Dus echt voor wat gaat er meer van een ruimte, zou ik zeggen. Ja, je investeert toch een digitale tafel. Ja. Ja, de website van het PBL laat al de mogelijkheid in om te combineren. Wij zijn over de tijd heen en ik wil eigenlijk ook iedereen uitnodigen voor de berg. Ik wil nog één vraag, maar er zijn er nog meer.
Maar het valt al die kaarten houden op bij de landsgrenzen. Net alsof hij niet een onderdeel van de zon was. En net alsof die mensen niet heel toevallig zijn. Ik heb zo'n idee dat we andere kaarten zouden gebruiken als het ministerie van Ruimte van Ordening in Maastricht gevestigd is. Nee. Dankjewel voor de opmerking. Ik herhaal hem opnieuw even. Als het ministerie van Ruimtelijke Ordening in Maastricht zou zijn gevestigd, zou Nederland dan ophouden bij de landsgrenzen? Nee, maar Nederland houdt voor ons ook niet op bij de landsgrenzen. Dus wij zijn in al die verkenningen ook bezig met hoe zit het over de grens en hoe maak je verbindingen over de grens. Ja. Dat doen jullie wel. Ja, want je hebt niet meer op de grens over, dus je kan niet zonder. Precies. Buiten de grenzen kijken. Ja. Even die 32 kaarten, wordt ook echt een kaart van Nederland in Noordwest-Europese context. Zodat we laten zien hoe die systemen eigenlijk, die ruimtelijke systemen, over de grens met elkaar samenhangen. En de lage landen, kijk even naar jou, Reinhard. Kijk, ik wil nog graag benadrukken. De Nederlanden. Dat ik in dat boek over Nederland ook juist de context heb neergezet. Er zitten een paar kaarten van de Noordzee-regio in. En als laatste wil ik toch graag zeggen, kijk nog eens goed naar de blokjeskaart van 1966, wat zelfs over de landsgrenzen wordt er ontworpen. Dat is heel grappig in Duitsland en in België, wordt gewoon meegenomen. Wisten ze daarvan in Duitsland en België? Moeten we wel weer gaan doen. Prachtige opmerking. Het was ook de laatste opmerking. Ik weet dat er ontzettend veel vragen op opmerkingen is. Weet de sprekers te vinden, dan denk ik ook dat jullie heel even kunnen blijven. Ik zit niet in de hoogte bij de daarboven. Ja, hier is dus veel meer over te zeggen. Deze kaart te vinden op Radeborrel, zou ik zeggen. En de boeken zijn deels hier te krijgen en ook gewoon te kopen in het geval van Rijn. Dat lijkt me heel goed. De nota ruimte komt ergens volgend jaar, hè, als het goed is. Net, als het in het kabinet hebt. Op 2 weken al de contour in notitie. Over 2 weken de contour en notitie de nota ruimte. Dus dat is er van uitkijken. Ik wil de zaal hartelijk bedanken. De aandacht. Ik wil de mensen online hartelijk bedanken voor de aandacht. En ik wil nog even een applaus voor alle sprekers en referenten. Dank jullie wel. En hiervoor staat het borrel klaar. Ja, ik moet zo weer. Ja. 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 Ja